twee keer uitgestelde symposium vandaag via een livestream kan plaatsvinden. Dit symposium is de afsluiting van het jaar waarin wij 75 jaar bevrijding hebben herdacht. De Nederlandse Kastelenstichting deed dat met het thema Bezet en bevrijd kastelen en buitenplaatsen in 1940-45. Hier in de studio zijn de onderzoekers, voor u van links naar rechts, Leo van Putten, promovendus bij de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveert op Godard van Aldeburg-Benting. Daarnaast Elise Storm-Smeets. Zij is historisch geograaf en projectleider Oorlog in Arcadië bij Gelders Genootschap. Aan deze kant Ingrid Jacobs, zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker. En daarnaast Konrad Gietman, historicus en werkzaam bij de Hoge Raad van de Adel en hoofdredacteur van het blad Het Buiten. Zij zullen elk in 3 sessies vanuit hun expertise reflecteren op de impact die de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op kastelen en buitenplaatsen en hun bewoners. Fred Vogelsang treedt op als moderator. Nu in beeld. U heeft al via de mail een uitgebreide handleiding gekregen. En daar ga ik nog even verder op in. Ik heb het even voor u opgeschreven, omdat het best wel veel is om te onthouden. Dus tijdens de livestream kunt u met ons communiceren. Er zijn 2 manieren om dit te doen. Ten eerste via de chatfunctie. Met deze functie kunt u met elkaar, dat is iedereen die de livestream volgt, en ons, de techniek, communiceren. Typ uw bericht in het kader Type a Message en klik op de pijl ernaast. Nu kan iedereen uw bericht lezen. De tweede manier van communiceren is via de Ask-functie. Hier kunt u uw vraag aan de spreker stellen. Klik op de knop Ask. Er verschijnt dan een kader met een tekst Type your question here. Stel hier uw vraag en klik op de pijl ernaast. Uw vraag komt dan bij Fred terecht. Hij maakt een selectie. Mocht uw vraag niet tijdens de livestream beantwoord kunnen worden, dan doen we ons best deze achteraf alsnog te beantwoorden. Ik wil u met klem vragen niet te wachten met het stellen van een vraag tot aan het einde van een thema, maar dit al gelijk te doen zodra u een vraag hebt. Op die manier kunnen we het beter de vragen doorzetten naar Fred. Voordat ik het woord geef aan Fred, even in het kort een kleine introductie. Fred Vogelsang is historicus en wetenschappelijk medewerker bij de Nederlandse Kastelenstichting en redacteur van Het Buiten. Tot slot, dames en heren, ik wens ons allemaal een goed en mooi symposium toe en geef nu het woord aan Fred. Thema: ongenode gasten, kastelen, buitenplaatsen en de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk werd voor de jaren 60 vooral vooruitgekeken in de wereld en in Nederland en niet zoveel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 60 ging Lou de Jong, beroemd geworden van zijn enorme reeks boeken over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, een serie op de televisie presenteren onder de naam De Bezetter. En toen zag je opeens die belangstelling omslaan en opeens was de Tweede Wereldoorlog een hot item geworden. En dat is het eigenlijk altijd gebleven. Als je bij de gemiddelde boekhandel gaat kijken bij de afdeling geschiedenis, dan zie je dat de plank of de kast Tweede Wereldoorlog veruit het grootste is. En in de loop van de jaren is die oorlog op allerlei verschillende manieren bestudeerd. Aanvankelijk erg vanuit het zwart-wit schema. Tegenwoordig hebben we door dat er ook allerlei grijstinten in waren. Allerlei aspecten daarvan zijn bestudeerd. Behalve kastelen en buitenplaatsen. Daar is relatief weinig aandacht aan besteed. En juist voor kastelen en buitenplaatsen blijkt de Tweede Wereldoorlog van groot belang te zijn. Veel groter dan je zo zou denken. Want bij kastelen en buitenplaatsen heb je natuurlijk eerst het beeld van de ridders en de prinsessen en later van de pruikentijd. Allemaal dingen ver in het verleden. Maar juist de Tweede Wereldoorlog heeft zoveel veroorzaakt in de wereld van kastelen en buitenplaatsen, de landgoederen, de parken en de bewoners, dat we nog steeds daarmee te maken hebben. In feite is hoe de wereld van kastelen en buitenplaatsen nu uitzien vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog gevormd. Dat thema, ongenode gasten, is een deelthema van kastelen en buitenplaatsen in die hele Tweede Wereldoorlog. Maar ja, we moesten natuurlijk kiezen. En we hebben dat in 3 geknipt met 3 vragen. En die hebben we aan onze 4 experts voorgelegd.
En die hebben daarop gereageerd in de vorm van een kleine presentatie die u zo meteen gaat zien. De eerste vraag is de bezetting. Er komt een nieuwe werkelijkheid. Opeens is ons land in oorlog, is bezet. Hoe ga je daarmee om? Sommige sprekers gaan even in op de tijd voor die Tweede Wereldoorlog, zodat je het contrast kunt zien van hoe zag de wereld van kasteel- en buitenplaatseigenaren eruit in de jaren 20 en 30. En dan vervolgens, hoe ga je ermee om dat er nu een bezetting plaatsvindt? Wat ga je doen? Wat verandert er in het leven vanwege de oorlog? Aanpassen. Aanpassen is het thema van mijn eerste verhaaltje. Aanpassen, dat is iets dat we allemaal moeten doen. Afgelopen jaar heb ik met mijn vriendin ons ook, net zoals u waarschijnlijk, moeten aanpassen aan de coronatijd. En een van de dingen die we deden was het opnieuw bekijken van series als Downton Abbey en films als The Remains of the Day. Klassiekers waarin het Engelse aardelijke leven aan het begin van de 20e eeuw wordt verbeeld. Wat zien we in Downton Abbey heel mooi? Dat is feitelijk de laatste schittering van de Engelse aristocratie. De grandeur van het leven op stately homes, het paternalisme, de verhouding tussen de familie en pachters en het huispersoneel. We zien hoe belangrijk het landbezit was voor dit soort oude aristocratische families. We zien ook hoeveel dat er dingen gaan veranderen. Er wordt getrouwd met nieuw geld. De vrouw des huizes in Downton Abbey is een Amerikaanse met heel veel geld. En dat geld is nodig om de boel draaiende te houden. Want er is een crisis. Al vanaf 1880 ongeveer gaat het met de landbouw in Europa niet goed. De inkomsten uit de landbouw nemen af en zijn eigenlijk nauwelijks nog voldoende om het huis overeind te houden. Er zijn nog veel meer veranderingen. De democratie. De opkomst van de democratie betekent eigenlijk dat de vanzelfsprekendheid waarmee deze oude elite in Engeland macht had, die verdwijnt. Wat ook nieuw is, is partijpolitiek. Ik hoor je al zeggen, ja, maar dat is Engeland. In Nederland zijn de verhoudingen heel anders. Wij zijn in essentie een burgerlijk land waar niet op dezelfde manier als in Engeland aan conspicuous consumption gedaan, aan overdaad. Ik waag dat enigszins te betwijfelen. Natuurlijk zijn de huizen in Engeland onnoemelijk veel groter en is de aristocratie veel sterker, een gesloten groep. Maar ook in Nederland was er wel degelijk een aristocratisch leven rond 1900. Een heel mooi voorbeeld daarvan zijn de Van Pallands. Joke Draaien heeft onlangs een heel mooi boek geschreven over Philips Dirk van Palland. En daarin, in dat boek, zie je in de inleidende hoofdstukken hoe de Van Pallands rond 1900 in Den Haag 's winters resideerden in hun stadshuis aan het Korte Voorhout. En hoe ze dan zomers in Wassenaar op een landhuis naar een landhuis trokken en daar de zomer doorbrachten. Heel mooi aan die Van Pallands. U ziet een foto van de familie met het personeel. En ik neem aan dat daar ook het buitenpersoneel op staat. Het is een vrij grote groep. Ondenkbaar dat rond 1950 de groep nog even groot zou zijn. Ook die Van Pallands leidden een leven dat bestond uit jagen, theaterbezoeken, reizen. Ontvangsten van standgenoten, het afleggen van bezoeken in Den Haag, soms wel 10 of 20 op een middag. Hè. Dus je gaf je kaartje bij een familie en reisde door naar de andere familie. Dus dit was een aristocratisch leven. Toch veranderde dat ook voor de Van Pallands. Want ook in Nederland zie je een reeks veranderingen rond 1900 optreden. Dat zie je eigenlijk in de jaren 20 en 30 opkomen. De belastingen worden steeds sterker, worden steeds hoger voor de oude elite. En overal in Europa wankelen de monarchieën. Dit alles heeft als gevolg een crisis in het zelfvertrouwen van de oude elite. En dus ook van de Van Pallands. Men moet aanpassingen gaan doen. Men moet zich aan die nieuwe tijd proberen aan te passen. Dat zie je op allerlei manieren gebeuren. Het traditionele wilde vertonen, dus de grote staat die men voerde, daar moet men bezuinigen in gaan aanvoeren. Het personeel moet deels de deur uit.
Sommige landgoedeigenaren die stellen hun landgoed open voor dagjesmensen. Een heel mooi voorbeeld is Duinrel van de Van Pallands. Daar worden motocross-wedstrijden gehouden en paardrijwedstrijden in de jaren 30 al. De overheid probeert uiteindelijk wel in die eind jaren 20 de landgoedeigenaar kasteelbezitters tegemoet te komen door de invoering van de natuurschoonwet die bepaalde belastingvoordelen biedt, maar dat is eigenlijk niet genoeg. Heel veel kastelen komen in de jaren 20 en 30 leeg te staan en moeten uiteindelijk worden verkocht. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de Binkhorst. Dat is een buitenplaats vlakbij Den Haag. En dat werd als een soort theehuis gebruikt en een pension in de jaren 20 en 30. En Binkhorst werd uiteindelijk niet veel meer dan een tochtig hol. En juist op deze plaats, buitenplaats, wordt in 1931 de eerste fascistische partij van Nederland opgericht. De Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij. Een heel gekke partij. Eigenlijk een voetnoot zelfs in de geschiedenis van het Nederlandse fascisme. Maar opvallend is dat de oprichters van de partij een edelman zijn. Een Ernst Herman Ridder van Rappard. En een man die heel graag van adel zou willen zijn. Bertje Smit, ook wel Adelbert Smit of Adelbert Smit van Oudvorst genoemd. Aan het eind van de jaren 30 zie je, zo zie ik het althans, op dit moment zie je een terugloop van de sympathie voor het nationaalsocialisme. De ontwikkeling in Duitsland, het bloedvergieten daar, de Nacht van de Lange Messen, die maken dat men afstand gaat nemen. En ik denk inderdaad dat twee oude pijlers van de adellijke habitus, dat is de band met het Koningshuis, de Oranjegezindheid en het patriotisme, uiteindelijk heel veel families ver hebben gehouden van het nationaal socialisme. In mei 1940 werd Paleis Het Loo gevorderd door de Duitse bezetter. Op het moment van de confiscatie, 2 dagen na de Duitse bezetting van Nederland, was koningin Wilhelmina al naar Engeland gevlucht. De meest persoonlijke en waardevolle bezittingen waren al eerder getransporteerd naar een veilige locatie. Maar wat niet kon worden vervoerd, zoals 600 kilo aan koper en bronzen objecten, werd onder de paleisvloeren verstopt. In de lente van 1941 gebruikte de Wehrmacht het paleis als herstellingsoord voor 600 soldaten. En in 1942 werd het bestemd het ziekenhuis. Op het dak van Kriegslazarett Schloss Loo werden grote witte kruisen geschilderd om bombardementen te voorkomen. Delen van het paleis werden gebruikt door de SS. En hoge SS-officieren als Hans Albin Rauter en Arthur Seyss Inquart kwamen graag jagen op het Loo. Het Loo is een van de honderden Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen die in de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol hebben gespeeld en waar de oorlog diepe sporen heeft achtergelaten. Op welke wijze werden Arcadische landschappen en de daarin gelegen gebouwen geraakt door de oorlog? De rol die de Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen speelden tijdens de oorlog is nog zeer onderbelicht in zowel militair-historische studies als buitenplaatsenonderzoek. Het Gelders Genootschap en de Nederlandse Kastelenstichting werken samen in het landelijke project Oorlog in Arcadië, 1940-1945. Een onderzoeksproject over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog. In de eerste oorlogsjaren was het leven nog redelijk rustig. Er waren zelfs tal van schooluitjes, wetenschappelijke excursies en toeristische bezoeken aan kastelen en landgoederen in heel Nederland. Niet alleen Nederlandse toeristen, maar ook de Duitse bezetters bezochten kastelen en parken. Het zogenaamde uniformtoerisme werd door de Duitse legertop gestimuleerd. En in fotoalbums werden Kriegsherinneringen vastgelegd. Ook de bezoekjes aan bijvoorbeeld het Arnhemse Sonsbeek. Het was als wandelpark nog steeds toegankelijk en zeer populair om te recreëren. Duitse militairen gingen er graag naartoe om te vissen, op stap te gaan met kompanen of voor een ontmoeting met een Arnhems meisje. Maar niet iedereen mocht genieten
van het mooie landschapspark met watervallen, glooiende heuvels en kronkelende wandelpaden. Vanaf de zomer van 1941 was Park Sonsbeek verboden voor de Joodse bevolking. Rondom Arnhem werden veel landgoederen geheel of deels geconfiskeerd door het Duitse leger. Kastelen en landhuizen bleken van grote interesse, aangezien het grote gebouwen en grootste landschappen betrof. Met goede infrastructuur en waardevolle bronnen als bouwland en bos dichtbij. De vordering van landgoederen rondom Arnhem had onder andere te maken met het kleine civiele vliegveld Delen, dat van groot belang werd voor het Duitse leger. Het vliegveld, door de bezetters omgedoopt tot de Vliegerhorst Delen, werd vergroot met 3 landingsbanen, hangars, munitiedepots, een spoorlijn voor transport van bouwmaterialen, benzine en munitie en barakken. Meest opvallend waren de gebouwen gecamoufleerd als lokale boerderijen. Landhuizen in de nabijheid werden gebruikt als woning voor vliegveldpersoneel, waaronder Ziependaal, Angerstein en Warnsborn. Terwijl op de landerijen en in de bossen nieuwe gebouwen en luchtafweergeschut verschenen. Op landgoed Roosendaal bijvoorbeeld werden diverse radiopeilstations geïnstalleerd, de zogeheten T-rozen. En op het tegenover Ziependaal gelegen landgoed Guldenbodem woonden nog steeds barones Alwina Brandsen en haar Duitse echtgenoot Karl Leopold Jürgen von der Goltz. Zij was oranje gezind. Hij was een volgeling van de gevluchte Duitse keizer Willem II. Op hun grondbezit werd in de nabijheid van vliegveld Delen vanaf mei 1940 Ehrenfriedhof Ziependaal aangelegd voor gevallen Duitse militairen. De barones had hier gemengde gevoelens bij. Afkomstig uit een oranjegezinde familie was in de oorlog fel anti-Duits. En het schijnt dat ze heeft gezegd, ze kunnen hun kerkhof krijgen als ze maar zorgen dat het snel volkomt. Kasteel Nederhemert is op 12 januari 1945 volledig verwoest. En wat betekende dat voor de bewoners? En vooral, wat betekende dat voor de collectie? Want op het kasteel bevond zich niet alleen de inboedel van de familie van Wassenaar, maar er was ook veel bezit ondergebracht van andere eigenaren en van particulieren en van musea. En omdat het kasteel zo afgelegen lag, helemaal op het puntje van Gelderland in de Bommelerwaard op het eiland Nederhemert, vond de inspectie kunstbescherming het een prettige plek om daar collecties van musea onder te brengen. En behalve kastelen heeft de inspectie kunstbescherming, de Rijksinspectie, ook andere objecten laten bouwen. Kort voor de oorlog werd al een kunstbunker in de duinen bij Castricum gebouwd in opdracht van de gemeente Amsterdam. Die is in april 1940 geopend en werd weer ontruimd in 1941 omdat toen de Atlantikwal werd aangelegd. Vervolgens werden er kunstwerken, collecties ondergebracht in de grotten van Sint-Pieter in Maastricht en in het Paaslo Pantheon bij Steenwijk. En was alles wat er op Nederhemert hing en stond, was alles op Nederhemert verbrand na de geallieerde beschieting of is er toch nog inventaris bewaard gebleven? En daar doe ik inmiddels al bijna 5 jaar onderzoek naar. En dat bracht mij de wereld van de roofkunst en het roofkunstonderzoek in Nederland, in Europa en ook zelfs wereldwijd. In de jaren 30 verbleef de familie 's winters veel in Den Haag en 's zomers betrokken ze het landhuis bij het kasteel. Want in het kasteel zelf was geen elektriciteit en geen stromend water. Ook woonden ze langere periodes in Florence bij de Italiaanse familie van de barones. En doordat het kasteel zo vaak leeg stond, maakte Monumentenzorg zich ongerust al in 1934. Het kasteel maakte een troosteloze en vervallen toestand. En misschien was het wel goed om er een bewaker op te zetten. En men maakte zich ook zorgen omdat er de kou en het vocht de schilderijen er misschien onder konden lijden. In ieder geval in 1937 waren er al contacten met de directeur van de Rijkscommissie Monumentenzorg. En baron van Wassenaar dacht toen al over herstellingen aan zijn kasteel. Gelukkig was het huisarchief van Wassenaar, met onder meer de brieven van Otto Frederik, al in 1932 overgedragen aan het Rijksarchief in Arnhem. Dus dat deel van het bezit was in ieder geval veiliggesteld.
En net zoals op zoveel plekken in Nederland bleef het ook op Nederhemert rustig aan het begin van de oorlog. En van die nieuwe politieke constellatie, daar merkte de bevolking niet zoveel van. Al waren er wel onderduikers en er waren onder andere ook Joodse kinderen op het eiland. Misschien werd er wel wat extra op die Italiaanse barones gelet, maar mij viel dat niet zoveel op. In ieder geval waren er economisch vooralsnog nog geen gevolgen. De nieuwe politieke situatie die begon pas op het eiland Nederhemert-Zuid in de herfst van 1944. Hoewel er al wel eerder contacten waren met de beambten en de inspectie van de kunstbescherming en met het Openluchtmuseum. En de gevolgen van de oorlog op Nederhemert in die herfst van 1944, dat waren natuurlijk de mogelijke inundaties. Daar werd mee gedreigd. Er kwam geschut op het eiland. En de verplichte arbeidseinsatz diende om loopgraven te graven. Ook kwam er inkwartiering vanaf november en er dreigde ook werkelijk gevaar. En alle bewoners van het eiland, er woonden behalve het kasteel, stonden er huizen van pachters en boeren. Al die bewoners die schuilden in de kelders van het kasteel. Er zijn prachtige dagboeknotities van bewaard en daar zaten ze dan tussen de appels en de kolen en de aardappelen. En toen het echt te gevaarlijk werd, toen moest het eiland evacueren. En daartoe kregen ze opdracht van Oberleutnant Steigüber. Hij voorspelde in november twee heiße dagen. En die hete dagen die werden gevolgd door heel veel weken en maanden. En op 11 november 1944 moest dan uiteindelijk iedereen het eiland verlaten en vertrekken met achterlating van hun bezit en ook voor een deel hun identiteit. Vandaag ligt de vraag voor: hoe verhoud je je tot de nieuwe politieke werkelijkheid tijdens jaren van oorlog en bezetting? Ik zal daar vandaag proberen op in te gaan aan de hand van het perspectief van Kasteel Amerongen. Het symposium van vandaag is aangekondigd met de titel Ongenode gasten op de buitenplaats. Interessant thema om te belichten. Maar ongenode gasten is ook tegelijkertijd een aanname. En dat levert voor mij in ieder geval direct de vraag op: waren het wel overal ongenode gasten? Konrad Gietman die gaf in zijn aankondiging voor dit symposium vandaag aan dat je kunt kijken naar de geschiedenis van de stenen of naar de geschiedenis van de inwoners. Nou, voor wat betreft de geschiedenis van de stenen zou ik snel klaar zijn. Amerongen kwam ongeschonden de oorlog door. En de stenen van vandaag zijn de stenen als van voor de oorlog. Ik zal dan ook kort inzoomen vandaag op de verhoudingen binnen dat kasteel en hoe die zich sinds de 19e eeuw hebben ontwikkeld. Daarbij zal ik met name aandacht besteden aan de internationale habitus die de familie van Aldenburg-Benting zich had eigen gemaakt en hoe dat doorwerkt tot ver na de oorlogsjaren. Die oorlogsdreiging die werd in de jaren van mobilisatie voor dorp en kasteel Amerongen al heel snel concreet. Er arriveerden tussen de 2.000 en 3.000 militairen en die moesten ingekwartierd worden in huizen, in pensions en in oude schuren. De bevolking van Amerongen verdubbelde in omvang. Om met Sigurd van Ilseman te spreken, die op het kasteel Amerongen woonde en de laatste vleugeladjudant was van de Duitse keizer. Het wemelde al snel van de veldgrijze verdedigers van het vaderland in en om het dorp. Op het kasteel werden ook een aantal officieren ingekwartierd. Op het kasteel resideerde de oude 82-jarige graaf Godard van Aldenburg-Benting. Naast die graaf woonde een deel van zijn kinderen nog thuis en anderen reisden in en uit. Nou, om die internationale setting van de bewoners te begrijpen, moeten we kort inzoomen op deze graaf. Hij vormde, ondanks zijn hoge leeftijd in 1939, nog steeds het centrale middelpunt van de Amerongse familie. Een familie die een huis bewoonde wat in toenemende financiële zorgen verkeerde. En de oplossing van die zorgen verdeelde de familie in toenemende mate. En tijdens en na de oorlog zou dat grote gevolgen hebben. Godard werd in 1857 geboren op kasteel Middachten in de Steeg. Zijn vader Karel Anton was kolonel in het Engelse leger bij het elitekorps de Coldstream Guards. Na zijn aantreden in Middachten
voerde hij een lange en ingewikkelde strijd om zijn Duitse bezittingen in Varel en Kniphausen. Hij huwde op latere leeftijd met Mechtold van Waldeck-Pyrmont, wat zijn Duitse oriëntatie nog verder versterkte. Via Mechtold kwamen bezittingen in Geeldorf en Waldeck-Limpurg in de familie. Karel Anton moest dus zowel zijn Engelse, zijn Duitse als zijn Nederlandse belangen een plaats geven. Dit familieoverzicht, wat u hier ziet, lijkt misschien wat uitgebreid. Maar waar het om gaat is om een beeld te geven van de verschillende belangen en de uitwerking daarvan in de familie. Hier staan Godard en zijn broer en zijn zus op een rij en aan de andere kant het lange rijtje Godards kinderen. Aan de ene kant zien we bovenaan Godards oudste broer Henry. Hij was lid van de Coldstream Guards, een elitekorps bij het Engelse leger. Zijn twee volgende broers, Charlie en William, waren beide onderdeel van het Garde du Corps, het Duitse eliteleger. Godard zelf heeft geen militaire rol vervuld, maar Godard zelf was een twijfelaar. Hij heeft al die tijd maar getwijfeld, wat is mijn nationaliteit, waar moet ik me toe verhouden? Dat zou tot ver in de 20e eeuw duren. Zijn zus daarentegen, Victoria, die onderaan staat, zij was van de Engelse nationaliteit en vond ook eigenlijk dat haar broers die Engelse nationaliteit hadden moeten houden. Maar dat was niet zo. Er was dus nogal wat verdeling binnen het gezin waar Godard uitkwam. Aan de andere kant zien we het beeld van Godards eigen gezin. Zijn oudste zoon, Carlos, die bovenaan staat. Hij wilde eigenlijk ook naar het Garde du Corps. Maar na een half jaar daar geweest te zijn, beviel het hem niet. Het paste niet bij hem. En hij besloot uiteindelijk om terug te gaan naar Nederland. En het lukte hem om een rol te krijgen in de diplomatieke dienst. Zijn broer Adriaan heeft geen militaire rol vervuld. Hij heeft wel tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers in het huis opgenomen, waarvoor hij later ook het verzetsherdenkingskruis zou krijgen. Godards dochter Elisabeth huwde met Sigurd van Ilseman en door haar huwelijk verkreeg ze de Duitse nationaliteit. De vijfde kind, Alfred, die is op jonge leeftijd overleden. En de laatste zoon van Godard, graaf Willy, was een officier bij de Nederlandse cavalerie. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij al reserveofficier. Nou, zo zie je op dit misschien wat ingewikkelde plaatje dat bij iedereen te zien is waar hun belangen lagen. Voor ieder van die gezinsleden die we zo net bespraken, kon het antwoord op de vraag waar hoor ik bij anders uitpakken. Nou, innerlijke conflicten liggen dan voor de hand. Welke nationaliteit kreeg de voorrang? Dat waren vier invalshoeken. Het eerste blokje van vier films van elk van onze experts een verhaal. Met hier in dit geval het centrale thema. Wat was de situatie voor en aan het begin van de oorlog voor de bewoners van kastelen en buitenplaatsen in Nederland? U kunt daar vragen over stellen. Ik heb er een aantal voor mij liggen. En een van de vragen die bijvoorbeeld aan Konrad Gietman werd gesteld is, je hebt het over de crisis in het zelfvertrouwen bij de adel en de bewoners van buitenplaatsen en kastelen. Heeft die crisis iets te maken met hoe ze naar de wereld kijken en welke politieke keuzes ze daar aan verbinden? Dat denk ik wel, ja. Er is inderdaad een crisis die het gevolg is van de veranderde wereld, democratisering, allerlei punten die ik net heb genoemd, hè, industrialisatie, het verlies van de eigen traditionele leidinggevende positie in de maatschappij. Dat is een proces. Een afkalving zie je eigenlijk al vanaf de late 19e eeuw. En dat leidt tot een crisis in het zelfvertrouwen. Dat zie je met name in het interbellum, hè, wanneer de moderne wereld eigenlijk echt aanbreekt, ook in Nederland. En dan zie je dat men zoekende is. En Krishnamurti, dat is inderdaad, de ziener uit India, dat is een figuur die enorm veel aanhang krijgt. Want ik zie dat als een teken van het wankelende zelfvertrouwen bij een deel van de elite. En zoeken naar zo'n nieuwe levensinvulling zoals Krishnamurti die biedt. Ja. Vonden ze die ook bijvoorbeeld in het conservatieve rechtse denken dat bijvoorbeeld in Duitsland en in Italië opkwam? Ja, ik denk inderdaad
je moet de adel niet als één groep zien met één gesloten wereldbeeld. Ik denk dat er verschillende subgroepen zijn en de landgoedeigenaar, dat is eigenlijk denk ik top, hè? De mensen op de kastelen en op de buitenplaatsen. Ik zie dat als een voornamelijk traditionele groep, conservatief, patriarchaal ingesteld. Ik moest niet zo heel veel van democratie hebben, maar ik denk dat na een aanvankelijke sympathie voor Mussolini, wat een sympathie die werd gedeeld met heel veel andere mensen, is men de streep niet overgegaan, denk ik. De grens heeft men niet, in algemene zin heeft men die grens denk ik niet overschreden. Er is wel ook binnen de adel en binnen groepen van de oude elite wel sympathie voor het nationaal socialisme, maar dat zijn toch vaak de draafranden van de groep. Hè. De Duitse historicus Malinowski heeft ooit de term etagenadel geïntroduceerd. Dat is de adel die niet meer woont op de landgoeden, maar in een flat of in een appartement in de grote stad. Ja, en dat is in Duitsland was dat juist de groep die het meest positief stond ten opzichte van Hitler. Nationaal socialisme. Zoiets zou voor Nederland ook eens onderzocht moeten worden, denk ik. Ja. Spannend. Nou, je voelt zich aangesproken. Dank voor je antwoord. Elise, je beschrijft een verhaal over een particulier bewoond huis in Gelderland en andere huizen die door particulieren worden bewoond. Hoeveel waren daar eigenlijk nog van in die tijd? En wat heeft dat te maken met confiscatie? Wat ging een familie dan doen als ze door de bezetter of eerst misschien door de het Nederlandse leger uit hun huis werd gezet? Waar gingen ze naartoe? Op dat moment waren nog behoorlijk veel landgoederen wel in particulier bezit. Maar wat ons is opgevallen, we hebben bijvoorbeeld voor Gelderland hebben al een database gemaakt waarbij we alle landgoederen zijn langsgegaan van wat is er gebeurd in de oorlog. Ook wat vordering en bezetting betreft. En wat dan opvalt is dat in eerste instantie vooral huizen die leeg stonden, dus particulier waren, maar leeg stonden. Of huizen die bijvoorbeeld al omgevormd waren tot hotel of conferentieoord. Denk aan Warnsborn. En dus die plekken werden eigenlijk als eerste gevorderd. Interessant detail bij Warnsborn is trouwens dat in 1943 nog het gewoon als hotel in gebruik was. En ook Anne Frank heeft daar gelogeerd. Daar hebben wij een ansichtskaart van. En een jaar later... Gewoon op vakantie. Op vakantie. En dat zien we dus eigenlijk ook, dat die eerste... eerst heb je natuurlijk de periode van mobilisatie en de eerste bezetting in Nederland. Maar dat gaat heel snel, natuurlijk. En vervolgens zijn er relatief rustige jaren op de meeste plekken. Maar in enkele gevallen zie je wel dat families vluchten. Natuurlijk de koninklijke familie, maar ook bijvoorbeeld de eigenaren van de Wiersen die Brits waren. En die zijn naar Groot-Brittannië gevlucht. Die voelden het al aankomen, wat er ging gebeuren. Die voelden het al aankomen. En toen werd het bezit gerund door de huisbaas en de bosbaas. Ja. Dankjewel. Ingrid, het viel mij op. Je vertelde over die familie die eigenlijk in Italië zat en in een stadshuis had. En naast het kasteel woonde, omdat het kasteel zo onaangenaam was om in te verblijven. Toch hing het daar vol met kunst en allerlei prachtige voorwerpen. Hoe was hun relatie eigenlijk met dat huis? Want je krijgt het idee dat ze dat eigenlijk een beetje laten verwaarlozen. En dat er van buitenaf iemand naartoe wordt gestuurd van, wil je alsjeblieft opletten dat het niet misloopt? Ja, ik denk dat dat ook een privé situatie was in de jaren 30. Dat de baron was met een Italiaanse vrouw getrouwd en zij verbleven veel tijd in Florence, in het huis van de Italiaanse familie. En op het kasteel was geen stromend water en geen elektriciteit. Dus het was daar koud en vochtig en dus onaangenaam, ook voor die grote collectie met schilderijen die dat grote familie bezit. En de omgeving zag natuurlijk wel dat het kasteel er wat onderkomen bij lag. En ook monumentenzorg maakte zich op een gegeven moment zorgen. En die wilde er misschien een beheerder aanstellen. Het is zeker niet zo dat de familie het bezit liet versloffen. Maar de situatie was nu eenmaal zo. En zij woonden, ik denk dat dat wel voor meer families gold, dan ook in het veel aangenamer landhuis dat vlakbij het kasteel lag. En dat kasteel dat gebruikten ze vooral in de zomer en er hielden ze ook wel ontvangsten. Dat was een soort privémuseum. En op een gegeven moment werd er in de jaren 30 ook een boek geschreven over de
de monumenten in de Bommelerwaard. En daarin wordt uitgebreid die collectie schilderijen beschreven. En dat maakt denk ik ook voor iedereen wel duidelijk hoe belangrijk dat bezit was en hoe belangrijk die collectie was. En eind jaren 30 keren ze gewoon weer terug naar Nederland en naar Nederhemert. En dan verruilen ze het prachtige Florence in voor het prachtige Nederhemert. Ja, dan gaan ze weer naar de Bommelerwaard. Ja. Dankjewel. Ja. Leo, jouw hoofdpersoon, Godert, je zit bijna bij hem op schoot. Een van de shots zagen wij al. Die, zo zeg je, in 1915, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog, besluit hij om Nederlander te worden. Welke nationaliteit had hij daarvoor? En wat vond die zo wijdverspreide familie daar eigenlijk van, dat hij per se die keuze maakte? Dat is eigenlijk een hele lange strijd die in 1915 pas tot een slot komt. Min of meer tot een slot komt. Het is een familie die heel internationaal altijd is geweest. En dat heb je net ook aan het plaatje gezien met al die familieleden die uitgelicht werden. Godard heeft nou misschien wel 100, 150 brieven gewijd aan zijn worsteling met zijn nationaliteit. Hij wist niet precies waar die nou bij hoorde. Hoor ik nou aan de Duitse kant, aan de Engelse kant of aan de Nederlandse kant? En hij weet geen beslissing te nemen. En eigenlijk pas als zijn tweede broer, die op Middachten woonde, maar de pater familias was, als die overlijdt en opgevolgd wordt door diens zoon, dan is wel duidelijk dat de bezittingen die aan Middachten gekoppeld zijn richting Duitsland niet naar hem toe zullen vallen. En dat maakt het voor hem uiteindelijk dat hij zover komt om te zeggen, ik kies voor het Nederlanderschap. En hij vraagt dan dat Nederlanderschap aan. Hij krijgt dat ook. En als hij dat dan gekregen heeft, dan volgt er toch nog wel weer even een strijd met de Hoge Raad van Adel, die dat niet direct wil erkennen. En het duurt uiteindelijk tot 1921 voor ook dat rond is gekomen. Het is dus een lange worsteling rond die nationaliteit. Dank. Als je dit verhaal vertelt over de Aldenburg-Bentings, dan denk ik aan jou, Ingrid, jouw Italiaanse gravin. Hoe zat het met haar internationale loyaliteiten als Italiaanse? Weet je iets over haar familie? Het is een barones. Nee, zij was met de Nederlandse baron Jacob van Wassenaar getrouwd. En zij was in principe loyaal aan Nederland. Maar ze had natuurlijk haar Italiaanse familie. Daar bleef ze ook trots op. En ook op de taal. En het interessante is, ze probeerde ook de Italiaanse taal in Nederland te verbreiden. En na de oorlog is zij een bekend vertaalster geworden van Italiaanse poëzie in het Nederlands. En Nederlandse romans in het Italiaans. Maar ik neem toch aan dat de loyaliteit van de familie die lag bij Nederland, bij de koningin, bij de Nederlandse vorst in huis. Dus daar was die worsteling een stuk minder duidelijk. Misschien was er wel worsteling, maar dat was in ieder geval binnenskamers, bleef dat. Ja. Ik kreeg nog een vraag, maar eigenlijk een kritische opmerking naar Elise. Oh, nee. Anne Frank was in 1943 al ondergedoken in het Achterhuis, zegt iemand. Okay, dus ze kon eigenlijk niet in dat hotel zitten. Nou, dan moet ik zeggen, maar er is echt een aanzichtskaart geschreven door Anne Frank. In dat jaar? Ik dacht 43, maar dan zal het iets eerder zijn, 42 dan. Of 41. Excuses. Nou ja, dat is het lastige, als je alle landgoederen en buitenplaatsen onderzoekt, dan kun je nog wel vergissen in een jaartal. Ja, dankjewel. En dan is er nog een vraag, kan nog net. Die zegt, na de oorlog heeft de afdeling cultuur van het ministerie van OC&W, en later WVC, dat is denk ik een vraag voor Leo, de verkeerde gezindheid van de familie van Amerongen een grote rol gespeeld. De vraag zal erover gaan dat de ministeries blijkbaar naar de familie hebben gekeken van, nou, ze hebben verkeerde keuzes gemaakt en in hoeverre speelde dat een rol bij hun blik. Maar ik denk haast dat die vraag in het laatste blok een betere plek kan krijgen. Ja, want daar kun je inderdaad uitgebreid op ingaan, maar die komen in de volgende twee thema's eigenlijk ook nog wel langs. Ja, ik denk ook dat het tijd is dat we naar het volgende thema toe gaan. Dat tweede blok, dat gaat over, het is oorlog inmiddels. Een aantal huizen is geconfiskeerd. Eigenaren zijn weg of zijn in een bijgebouw ondergebracht.
edele adellijke mensen zijn natuurlijk rijk over het algemeen. Die huizen staan vol met allerlei prachtige zaken. Dat betekent dat zij in een iets andere positie zitten dan veel andere Nederlanders. Zij hebben heel veel te verliezen. En ze hebben natuurlijk ook nog een eigen situatie, een eigen rol in de samenleving, die ook wat verschilt bij andere mensen. En hoe ga je daar nou mee om? Je hebt een groot huis, je hebt een park en je hebt allemaal kunstvoorwerpen en familieaandenkens. En hoe ga je nou zorgen dat dat bij elkaar blijft, dat dat niet vernield wordt door die ingekwartierde soldaten bij jou in huis? En heeft die angst die er misschien is voor wat er met je spullen gebeurt, iets te maken of heeft dat invloed op hoe je kijkt naar die bezetter en hoe je omgaat naar die bezetter? Dat thema wordt in het filmpje dat we nu gaan zien ook weer opnieuw door vanuit vier verschillende kanten bestudeerd. Dan kunnen we het thema nu gaan bekijken. In 1939 breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Nederland is aanvankelijk neutraal. Het Nederlandse leger mobiliseert en wat zie je? Al die leegstaande kastelen, dat zijn dankbare plekken om soldaten in te legen. En er worden overal in Nederland worden kastelen gevorderd om inderdaad die soldaten in te stoppen. Vooral in de Gerbelinie en de vesting Holland. En een voorbeeld daarvan is Oud-Poelgeest. Wat gebeurt er als in 1940 de Duitsers Nederland overvallen? Al direct na de capitulatie gaat Seyss Inquart, de Rijkscommissaris, die moet op zoek naar een passende zetel voor zijn regering. Heel bewust ziet hij ervan af om zijn intrek op Noordeinde te nemen, want dat zou een belediging zijn voor de Nederlandse bevolking en die moet te vriend nog worden gehouden. Hij kiest dus voor een ander huis, voor Klingendaal. Dat had bewoners die in Engeland zaten. Dat kon dus heel makkelijk worden geconfiskeerd. En dat was een bescheiden huis, maar had wel een zekere uitstraling. En paste dus wel bij een heerser. En je ziet dus dat in feite adellijke huizen buitenplaatsen nog steeds dezelfde functie hebben als ze twee eeuwen eerder hadden. Ze verlenen prestige aan de bewoner. Seyss Inquart neemt zijn intrek op Klingendaal, gebruikt die buitenplaats om allerlei festiviteiten te laten plaatsvinden, culturele manifestaties, gewonnen soldaten worden ontvangen. Het is in zekere zin zijn residentie. Tijdens de oorlog vinden er meer dan 90 invorderingen plaats door de Duitsers van buitenplaatsen, landhuizen en kastelen. En die worden op allerlei manieren gebruikt. Een heel mooi voorbeeld is inderdaad Klingendaal, waar dansgroepjes, Volendammers in klederdracht en ook wat meer exotische danseressen optreden om het entertainment voor gewonde Duitse soldaten te verzorgen. Het is wel zo dat feitelijk in de eerste jaren van de oorlog het leven op de buitenplaatsen min of meer op dezelfde manier als eerder doorgaat. Een probleem voor de kasteeleigenaren is wel dat zij zich veel moeilijker afzijdig kunnen houden dan de doorsnee Nederlander. Zij hadden allerlei bestuurlijke ambten bekleden ze en waren in 1940 bleven ze die bekleden. Daarnaast waren zij nog altijd voor de gewone dorpelingen, voor de dorpen waar hun kasteel in stond, waren zij nog altijd de belichaming van het gezag. En zij hadden ook moreel gezag. En als er problemen waren, dan deed men een beroep op de kasteelheer. En aan de andere kant hadden ook de Duitsers belangstelling voor hun huizen vanwege de statuur, vanwege de representativiteit ervan. Het was voor deze groep heel moeilijk om zich afzijdig te houden. Een omslagpunt in de oorlog is toch 1943. Dan bereikt de oorlog ook de provincie. Was het verzet in de jaar daarvoor, voor zover het bestond, vooral een stedelijk fenomeen geweest. In 1943 heeft de oorlog de hele provincie bereikt. Wordt ook de voedselschaarste wordt groter en raakt het dagelijks leven steeds sterker ontwricht. Een heel mooi voorbeeld daarvan is Kasteel Bouillon. Daar verschijnt deze maand een boek over. Kasteel Bouillon is interessant omdat het een bezit is van een
van een oorsprong Duitse familie, familie Lups, industriëlen die in 1870 dat kasteel hebben gekocht. De kasteelheer heet Edu Lups in de jaren 40. Hij is getrouwd met een Hongaarse violiste, Midi Herman. Zij is zeer anti-Duits. Hij is in de verte familie van Göring, maar slaagt er toch in om afstand te houden tot het nationaalsocialisme. Een belangrijk moment is 1944, wanneer de Duitsers die hun intrek op Biljoen hebben genomen uit angst voor gerieerde luchtaanvallen, besluiten dat de familie Lups er maar weer in moet. En zij verleggen hun hoofdkwartier. Dus de familie Lups keert weer terug als bewoner van Biljoen en probeert ook onderduikers te helpen. Tijdens de slag om Arnhem, september 1944, werd het gebied rondom Huis Siependaal en Guldenbodem als sperrgebied afgezet door kilometers prikkeldraad. Huis Siependaal werd ingericht als hospitaal voor de vele gewonde Duitse soldaten. Het echtpaar von der Goltz-Brandsen moest gedwongen evacueren. Rentmeester Adriaan Tiemens bleef met zijn twee oudste zonen achter in het rentmeestershuis om zich te kunnen bekommeren om de bezittingen van de gravin. Uiteindelijk moest de familie Tiemens vluchten. Hun huis werd compleet verwoest door oorlogsgeweld. Het landhuis van Alwina Brandsen raakte zodanig beschadigd dat het na de oorlog gesloopt is. De strijd zorgde voor beschadiging en soms vernietiging van het gebouwde en landschappelijke erfgoed. Zeker voor landgoederen die midden in oorlogsgebied lagen, zoals de omgeving van Arnhem en Noord-Limburg, verslechterde de situatie vanaf zomer 1944 dramatisch. De kastelen en landhuizen werden nu militaire doelwitten en velen werden compleet verwoest. Het dagboek van Theo Driessen, eigenaar van de kleine buitenplaats Het Jagershuis nabij kasteel Doorwerth, is een bijzonder document dat ons inzicht biedt in deze dramatische periode van de oorlog. Ik overdenk hoe de omstandigheden met ons waren, dat wij ons huis mochten behouden, de gehele oorlog door. Dat wij niet, zoals zoveel anderen, er werden uitgezet. Of erger, het zagen verdwijnen door afbraak of verwoest door oorlogsgeweld. Een gevoel van grote dankbaarheid komt in mij op. Want geweld aan ons huis, dit huis, ik zou er niet overheen hebben kunnen komen. En de bevrijding van ons land is nu wel aanstaande. In opgewekte stemming ga ik naar binnen. Zet mij aan vleugel en orgel en bemerk niet dat buiten het rumoer in de lucht gestaag toeneemt. Het huis was gevuld met waardevolle zaken als antiek, zilver, Persische tapijten, een grammofoon, een piano en een orgel. Eigenaar Theo Driessen was zo trots op zijn huis en zijn collecties dat hij het zijn perfecte combinatie van schoonheid en comfort noemde. Hij kon niet voorstellen dat iemand het zou beschadigen. Enkele dagen later werd hun huis geconfiskeerd door het Duitse leger. De familie bleef zo lang mogelijk in het jagershuis wonen, samen met de bezetters. Pas als bij kasteel Doorwerth flink gevochten wordt, moet de familie uitwijken naar vrienden. Waardevolle spullen werden opgeborgen in de kluis. Driessen schreef in zijn dagboek: van een vooruitgeschoven verkenningspost dreigt nu het jagershuis regelrecht in de vuurlinie te worden opgenomen. Zo vaak mogelijk ging Driessen vanuit zijn vrienden terug om te zien of zijn huis nog overeind stond. Hij schreef: dan sta ik diep bewogen alleen in de zaal. Zou het dan toch waar kunnen worden? Dit huis, deze zaal verloren. Het wonderlijke orgel, mijn zo inspirerende vleugelachtige grammofooninstallatie. Mijn bibliotheek met al die geliefde werken. Maar voor alles, mijn eigen schepping van dit gaaf interieur waarin ik eens mijn gehele ziel legde. Nee, dat kan niet. Wat dreigt is een boze nachtmerrie. Gebruiken kan men mijn huis. Beschadigen, plunderen desnoods. Afnemen zou men het mij kunnen. Maar verwoesten, zodat het weg is, zodat niemand daar iets meer aan heeft, dat nooit. Uiteindelijk was het niet langer veilig om naar huis te gaan. Het gebied was het centrum van zware gevechten geworden tussen Duitse en geallieerde troepen.
Pas aan het begin van oktober mocht Driessen terug naar huis, om slechts zijn grootste nachtmerrie te vinden. In zijn dagboek schreef hij op: alle hoop is vervlogen. Ik ben er zelf geweest, met speciale toestemming van militair gezag. Niets is meer over. Niets. Want waar eens de orgelkelder was, is nu een gapende diepe kuil in puin. Zand en leem. Zelfs wanden en bodem zijn verdwenen. De hitte moet verschrikkelijk zijn geweest. Wellicht vonden er ook explosies plaats, maar zeker is er ook gestolen. Voor of na de brand. Want in de as- en puinlagen vindt men niets van de diep in de kelder verborgen objecten van zilver, van brons, van koper, etc. Nog enige restanten van vele zware gevulde kisten, lederen koffers of van motoren en elektrische apparaten. Ik heb ook geconstateerd dat ons terrein en onze bossen heel erg geleden hebben en dat het hotel De Duno en alle huisjes op Den Duno volkomen zijn verdwenen. Alles veel erger dan verondersteld. Ook het kasteel Doorwerth is een grote ruïne. En hoe beschermde de familie nu het eigen bezit? Daar heb ik een aantal voorbeelden van. Jacob van Wassenaar die maakte op een gegeven moment zijn landbouwmachines onklaar en hij verborg ze, zodat die niet in handen van de bezetter zouden kunnen vallen. Nadat het bedrijf verwoest was, is in de avond van de 12e het kasteel totaal uitgebrand. Alleen de onderste kelders en de buitenmuren hebben het uitgehouden. De rest is as. Wil je alle foto's van ons kasteel in een kistje onder de grond stoppen? Wij hebben er geen meer. Vooral die foto's, dat vind ik dramatisch dat ze die mist. Aan verschillende eigenaren van kastelen werd verzoek gericht enige ruimte ter beschikking te stellen voor het beveiligen van museumstukken. En behalve Nederhemert ging dat om kasteel Loevestein, kasteel Staverde, de Doorneburg, de Kannenburg en Ammerzoden. En de meeste kasteeleigenaren die stemden in met het verzoek, want zo waren ze gevrijwaard van inbeslagname voor evacuees of inkwartiering voor militairen. Dan kun je natuurlijk beter je kasteel vol hebben staan met museumstukken. En ook Nederhemert werd als zodanig gebruikt door een museum. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem liep begin 1944 al steeds meer gevaar. Het lag dicht bij het Duitse vliegveld, Fliegerhorst Delen. Dat werd beschoten en er was wel eens een afzwaaier die op het museumterrein terechtkwam. En men was allemaal bang dat de Veluwe gevechtsterrein zou worden. En zo stuurde de museumdirecteur Bauma op 17 februari een telegram aan de secretaris-generaal van het departement Cultuurbescherming van Den Haag. En hij vroeg eigenlijk van: nu is het noodzakelijk, nu moet er wat gebeuren, het wordt te gevaarlijk op ons museum. En na overleg met de Rijksinspectie Kunstbescherming kwamen er in Arnhem twee schepen voor de wal aan de Rijn en die werden volgeladen. En op 2 maart kwamen die twee Rijnaken vol kunstvoorwerpen, boerenmeubelen, klederdrachten en gebruiksvoorwerpen samen met de directeur van het Openluchtmuseum en de directeur van Monumentenzorg in Nederhemert aan. En de baron zorgde zelf voor vervoer naar het kasteel. Ik zie dat helemaal voor me, hoe hij dat met paard en wagen heeft laten vervoeren. En op de afbeelding zien we een huisje in het Openluchtmuseum. En natuurlijk, na de evacuatie van Arnhem trokken de bewoners van Arnhem naar het noorden. Noorden van de stad, naar Schaarsbergen, maar ook naar het Openluchtmuseum. En daar hebben mensen maandenlang in de huisjes gewoond. En dat kon natuurlijk, realiseer ik me nu, omdat die huisjes leeg was, omdat al die inboedel verdwenen was. In het Gelders archief vond ik op een gegeven moment 11 foliovellen met de inventaris van Nederhemert. En daar staan alle voorwerpen op die overgebracht zijn naar het kasteel. Bovendien zijn al die voorwerpen ook nog eens gemerkt met witte verf, met de letters NOM en een nummer. En ik heb die hele lijst onlangs nog eens vergeleken met de huidige inventaris van het museum. En ik hoopte dat er iets was teruggekomen. En die inventarissen van het Openluchtmuseum die zijn natuurlijk heel belangrijk, want we weten dus wat er was. En we weten ook wat er verloren is gegaan. En dat geldt niet voor heel veel andere collecties die naar Nederhemert gingen. Er zouden bijvoorbeeld meubelen uit Museum Boijmans van Beuningen zijn
overgebracht en er zouden bibliotheken zijn opgeslagen. Maar of die er ooit zijn geweest, dat weten we niet. Wel heb ik nog lijsten van particulieren die daar bezit, schilderijen of serviezen hebben opgeslagen. En het onderzoek naar de verloren kunst, dat is inmiddels heel omvangrijk geworden. Mijn ideaal is de reconstructie van een deel van de collectie. Naar foto's van vertrekken, want we hebben gelukkig foto's. Nog in de oorlog, 1943, zijn door Frits van Kretschmar foto's gemaakt van het hele kasteel, van alle kamers, alle hallen, alle zalen. Maar ik loop wel nog altijd tegen een enorm probleem aan. Ik weet wat er was, maar ik weet niet wat ik waar zoek. En hoe zoek je, als je niet weet waar je naar zoekt en wat je zoekt? Ja, dat neemt niet weg dat het onderzoek inmiddels wel gevorderd is en dat er zeker lijntjes zijn die ik volg en waar ik hoop op een gegeven moment ook wat te vinden. Het tweede thema vandaag, dat handelt over de houding tegenover de bezetting. Nou, dat is in het verlengde van mijn eerste betoog niet zo eenduidig. We keren eerst nog even terug naar die oude graaf Bentinck. Ook zonder de oorlogsdreiging speelde de nationaliteitsvraag al langere tijd een rol. De Franse filosoof Ernest Renan stelde dat mensen een nationale identiteit niet als een noodlot of een natuurwet opgelegd krijgen, maar die hebben ze als gevolg van een keuze, van een identificatie. In het leven van Godard van Aldenburg-Bentinck zien we de worsteling rond die keuze. Het leverde hem ook in praktische zin hoofdbrekens op. Na zijn intocht in 1879 in Amerongen als een twintiger en nog vol ambitie, raakte hij met name door deze kwestie gefrustreerd. En het belemmerde ook zijn carrière. Aan het staatsburgerschap werden die vanaf de 19e eeuw in toenemende mate rechten en plichten gekoppeld. Godard werd in 1883 gevraagd om plaats te nemen op de kieslijst voor de Antirevolutionaire Partij. Maar al snel kwamen er artikelen in landelijke, lokale en regionale kranten waarin werd getwijfeld aan zijn nationaliteit. Uiteindelijk restte hem niets dan zich terug te trekken. Godard van Aldenburg-Bentinck die vervulde uiteindelijk nergens een officiële politieke rol en hij trok zich terug binnen zijn lokale rol als landheer en natuurlijk hield hij zich bezig met zijn familiebelangen. En misschien was nu juist die politieke maagdelijkheid een mooie gelegenheid om als gastheer op te treden voor een bezoeker die Amerongen 18 maanden lang aardig op zijn kop zou zetten, de Duitse keizer. Ik zal daar nu niet verder op ingaan, maar wel is zichtbaar dat door deze bezoeken de oriëntatie van de graaf verder oostwaarts Duits opschoof. De verhouding met de Engelse familie daarentegen, die kwam onder druk te staan. De toekomst van kasteel Amerongen, die was inmiddels in financieel zwaar weer gekomen. En er werd een oplossing gezocht, maar niet gevonden. Adviseurs leverden vuistdikke rapporten, maar de hete aardappel werd steeds vooruitgeschoven. En de kinderen van de graaf, die raakten op dat toekomstdossier steeds meer verdeeld. En de verhoudingen, die werden ronduit venijniger. Toen overleed, vrij onverwacht, midden in die mobilisatietijd, de graaf in januari 1940. Het huis bleef als een onverdeelde boedel achter tussen zich bestrijdende familiefacties, zonder een consistente visie op de toekomst. En enkele maanden later breekt dan de Tweede Wereldoorlog uit. Kasteel Amerongen kwam gedurende de oorlogsjaren in een schemergebied terecht waarin verschillende belangen speelden. De onverdeelde boedel verdeelde de familie in ernstige mate, maar ook de internationale identiteit zorgde voor spanningen en verdachtmakingen. Verdachtmakingen die veel meer lijken te passen bij de ontbrandende strijd rond de boedelverdeling dan daadwerkelijk te duiden op loyaliteit met de bezetters. Direct na de oorlog intensiveerde de strijd om die boedelverdeling. Het werd gecompliceerder door de vijandverklaring die door het Nederlands Beheersinstituut werd gestuurd en de daaraan verbonden confiscatie van 2/5 van de Amerongse boedel. Namelijk de bezittingen van de Duitse familie van Ilseman
en de bezittingen van graaf John, Godards tweede zoon en officier bij de Duitse Kriegsmarine. Hoewel er veel over valt toe te lichten, beperk ik mij vandaag voor wat de familie van Ilseman betreft tot de snelle ontvijanding die al in 1948 plaatsvond. In het dossier van het Nederlands Beheersinstituut bevindt zich een indrukwekkende hoeveelheid ontlastende verklaringen en al in 1948 volgde de ontvijanding en het vrijgeven van de bezittingen. Opvallend is wel dat de meeste belastende verklaringen in het NBI-dossier afkomstig zijn van naaste familieleden en vooral ingegeven lijken te zijn door de strijd om de boedel. Ze bleken dus niet gestoeld op bewezen loyaliteit met de bezetters. Het Nederlands Beheersinstituut doorgrondde dat al snel en de familie van Ilseman werd ontvijand en op de beslaglegging werd niet langer aan vastgehouden en werd vrijgegeven. Het tweede blok was dat. Hoe ga je ermee om dat je als adellijke familie, behalve je kasteel, ook een geweldige inboedel hebt staan in deze onzekere tijden en heeft dat enige invloed op je omgang met de bezetter? Even terugkomend op het eerste blokje, daar hadden we een kleine discussie over het jaartal waarin Anne Frank in een hotel in Gelderland verbleef. Dat blijkt uiteindelijk 1941 te zijn geweest. Maar nu de vragen die inmiddels zijn opgekomen tijdens de vier presentaties, die alle vier vanuit een heel andere kant dat thema laten zien. En een van de eerste vragen is voor Ingrid. Gezien de schets van kasteel Nederhemert als iets wat toch wel een beetje onderkomen kasteel was inmiddels, hoe kan het dat men toch besloot om daar kunstschatten in te gaan opbergen? Ja, ik denk dat dat onderkomen er ook wel meeviel. In ieder geval was het onaangenaam om te wonen. Maar de kelders waren bijvoorbeeld heel goed en heel droog. En het kasteel lag natuurlijk heel erg geïsoleerd op dat uiterste puntje van de Bommelerwaard, op het eiland, op het Schiereiland. En dat leek ontzettend veilig. Dat men verwachtte nooit dat daar gevochten zou worden. Dus er was al heel vroeg contact tussen de familie en de Rijksinspectie Kunstbescherming in Den Haag. En die kunstbescherming had dus ook gevraagd of de familie ruimtes beschikbaar wilde stellen. En dat deden ze ook. En dus daardoor, dat vertelde ik al, het Openluchtmuseum bracht daar dus heel veel goederen naartoe. En dat waren misschien ook niet zulke goederen die aan vocht onderhevig waren. Dat waren meubelen, was aardewerk en dat werd heel veilig en droog gestald in de kelders van het kasteel. Ja, wat een van de dingen die mij opviel toen ik dat hoorde. Kijk, in oorlogstijd, als iets een ziekenhuis is, dan zet je een groot kruis op. Mm-hmm. Nu heb je allemaal locaties waar kunst is opgeslagen. Is daar ook een soort systeem van om aan beide partijen te laten weten van, nou jongens, daar gebeurt niks militair en er staan een heleboel mooie spullen van misschien wel internationale betekenis. Ja. Wees daar voorzichtig mee. Wat die inspectie kunstbescherming opborg, dat was natuurlijk wel bekend. Dat was bij de ministeries, maar ook bij Duitse bezetter was dat bekend waar dat zich bevond. Het was natuurlijk niet bij de bevrijders bekend. Dus de Canadezen hebben uiteindelijk het kasteel beschoten. En zij dachten dat er een belangrijke Duitse post zat. En ze hebben het kasteel in januari 1945 eigenlijk verwoest. Zij wisten niet van de enorme collectie die zich daar bevond. Dus dat is ook niet doorgegeven aan de aanvallers? Ik denk, dat is niet doorgegeven. En dat is ook wel bekend van andere gebouwen ook. Hè, van belangrijke kerken en stadhuizen. Dat de bevrijders hielden daar weinig rekening mee. Ja, helaas. Ja, ja. Ja, het is nog steeds in moderne oorlogen precies hetzelfde verhaal. Eigenlijk is er nu een vraag aan jullie allemaal, denk ik. Iemand geeft aan dat er in het boek The Burden of Nationality van meneer Morel, dat boek gaat erg in op de NBI, dus Nederlands Beheersinstituut. En de vraag is, kunnen de sprekers toelichten hoe zij de invloed, macht van het NBI zouden kenschetsen als het gaat om retournering van bezittingen? Wie voelt zich geroepen om daar op in te gaan? Misschien Ingrid als eerste? Nee, daar durf ik niet zoveel. Ik ken het NBI als bron, net naast de dossiers van de bijzondere rechtspleging. Maar ik durf daar niet echt veel over te zeggen. Dat is een andere insteek.
Nou, ik denk dat het NBI wel redelijk invloed heeft gehad op die afhandeling van die geconfiskeerde goederen. Maar er was natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan, hè, bij de bijzondere rechtspleging. Mm-hmm. En uiteindelijk kon daar dan definitief een oordeel worden geveld. Maar het NBI had natuurlijk wel invloed. Wat een beetje lastig is bij het beoordelen op dit moment van de dossiers van het Nederlands Beheersinstituut, is dat ze slecht gerubriceerd zijn en niet zo heel goed toegankelijk. Je mag er wel in, maar het is een hele zoektocht om daar een helder beeld van te krijgen. Dus dat vergt nog wel wat onderzoek, denk ik. Ik kan me ook voorstellen, want het NBI had natuurlijk een hele dubbele opdracht meegekregen. Zij beheerden spullen van Nederlandse Duitsers. Duitsers die in Nederland wonen, die dus vijand waren geworden vanwege de Tweede Wereldoorlog. En het was ook een tijd van wederopbouw en er waren enorme tekorten aan geld en spullen. En nu heb je een heleboel bezittingen van vijanden. En als je die kunt omzetten in geld, dan heb je dus ook een kapitaal om die wederopbouw te betalen. Dus misschien is de NBI ook wel in een hele moeilijke situatie geplaatst. Aan de ene kant zoveel mogelijk geld eruit halen, aan de andere kant het beheren van cultuurhistorische voorwerpen en parken en huizen. Want de Nederlands Kastelenstichting is in die tijd opgericht om de NBI te ondersteunen bij het omgaan met die kastelen en buitenplaatsen die dus genaast zijn. En daar zie je, als je kijkt in de overleggen tussen het ministerie en het bestuur van de Nederlands Kastelenstichting, steeds dat gevecht om dat belang. Dus ja, je zou kunnen zeggen, denk ik, dat die Nederlands Beheersinstituut niet altijd belang had om heel snel te besluiten om iemand te ontvijanden. Omdat dat ook een economisch of financieel gevolg kon hebben. Maar goed, er is een proefschrift over verschenen, dus van Marieke Oprel. Dus wie weet verschijnen daar binnenkort een handelsedities van en dan kunt u dat allemaal zelf nalezen. Ik kijk nog even naar de vragen die zijn binnengekomen. Even een vraag meer voor Leo over de familie. Iemand was opgevallen dat die strijdende fracties binnen de familie natuurlijk zorgen dat er altijd spanning is. En heeft dat ervoor gezorgd dat die verschillende loyaliteiten, verschillende nationaliteiten de familie uit elkaar heeft doen breken? Of is het later nog goed gekomen? Dat heeft wel heel lang geduurd. Die hele afhandeling, eigenlijk vanaf de dood van Godard van Aldenburg-Benting tot aan het worden van Museum Kasteel Amerongen, dat duurt uiteindelijk 36 jaar. Hè. Dat was in de jaren 70 komt dat pas tot een slot. Wat je wel ziet is dat met name de kleinkinderen van Godard wel over hun schaduw heen weten te springen en uiteindelijk tot een compromis weten te komen, wat ertoe leidt dat Amerongen uiteindelijk een museum is geworden. Als het gaat om de vraag de familieleden daaromheen, het was natuurlijk een wijdvertakt familienetwerk in Engeland, in Duitsland en in Nederland. Dat heeft langer geduurd en een deel van de familie, met name van de Engelse familie, die zijn eigenlijk wel afgehaakt. Dank. Een vraag naar Elise. Wat opviel is dat de landing in Normandië is geweest in 1944. De geallieerde trekken op richting Duitsland en dus richting Nederland. Toch als je de verhalen leest en hoort van de eigenaren van kastelen en buitenplaatsen, lijkt het ze te overvallen dat er opeens daadwerkelijk oorlog is. Zagen ze dat nou niet aankomen en zijn er ook geen voorzorgsmaatregelen getroffen? Ik denk dat het best wel kan verschillen per situatie, per familie, per landgoed. Bij het verhaal van Driessen, die heeft eigenlijk geprobeerd om zo lang mogelijk op het jagerhuis te blijven. Om te zorgen dat toen het gevorderd werd door de Duitsers, dat hij het zoveel mogelijk in de gaten kon houden. En hij had eigenlijk, ja, die slag om Arnhem, die kwam voor de inwoners toch best wel als een verrassing. Met Market Garden. Je moet je bedenken, de communicatie was niet zoals nu. Mm-hmm. Dus op bepaalde gebieden, Driessen schrijft ook, hij had niet verwacht dat zij zo dichtbij zouden komen dat het jagerhuis echt in de frontlinie zou komen te liggen. Dat had hij niet verwacht. Dus hij had gehoopt van oké, hier zitten wel wat Duitsers bij mij, Duitse soldaten bij mij in het huis. Maar echte gevechten zullen hier niet plaatsvinden. En je had net ook over spullen die kwijt zijn geraakt of zijn geplunderd.
Er zijn ook, zeg maar, positieve verhalen te noemen, zoals bij Kasteel Gijsteren in Noord-Limburg. Daar heeft een Oostenrijkse soldaat, die heeft juist aan de familie gevraagd toen die moesten evacueren, omdat het gevecht dichtbij kwam. Die heb ik van, wat doen jullie dan met die familieportretten? En die Oostenrijkse soldaat, die heeft dus die familieportretten opgehold en in het verwarmingssysteem gedaan. Dus terwijl het kasteel is vernietigd, hebben de mensen, de familie heeft wel nog steeds hun familieportretten. Dus soms zijn er ook positieve verhalen te vertellen. Dank je wel. Conrad, jij spreekt over het morele gezag van die kasteelheer of dame op de buitenplaats. Heb je een beeld, kun je ons schetsen hoe dat zich uitte, dat morele gezag? En wat er gebeurde als zo'n familie nou pro-Duits was? Want komt dan de lokale gemeenschap niet in een loyaliteitscrisis terecht? Want van de, het morele voorbeeld is pro-Duits en wij zijn Nederlanders. Hoe gaat dat? Ik denk dat als het voorbeeld pro-Duits is, dat dat wel een tamelijk ingewikkelde situatie wordt. Ik kan me op dit moment daar geen concreet voorbeeld van geven tot wat voor spanningen dat in een dorp leidt. Als je kijkt naar de kasteelheer zelf, dan inderdaad, zij zijn traditioneel de leider van van zijn dorpsgemeenschap, beschermheer van de harmonie in de kerk vooraanzittend. Mm-hmm. En anderzijds zijn zij ook gesprekspartner voor de Duitse bezetter. En moeten daar dus ook een relatie mee onderhouden. Het is veel moeilijker voor hen inderdaad om afzijdig te blijven dan voor veel andere gewone mensen, laten we het zo zeggen. Maar er wordt een beroep op hen gedaan, hè, op die oude rol. Er wordt een beroep op gedaan om onderduikers een plek te geven. Dat is een moeilijke positie. Maar goed, dat hebben andere mensen ook. Mijn grootouders waren spoorwegarbeiders. En daar werd ook een beroep op gedaan om een plek te geven aan onderduikers. En ja, dus in zekere zin gelden voor hen dezelfde morele problemen als voor andere mensen. Maar het is moeilijker voor hen om te duiken, zeg maar. Ze zijn meer in de spotlight. Nog een laatste vraag voor dit blok aan jou. Hoe gingen Duitsers om met Engels bezit in Nederland? Zoals bijvoorbeeld het huis Klingendaal. Ja, dat werd heel snel geconfiskeerd. Dus dat is al direct na de bevrijding, of sorry, pardon, na de bezetting van Nederland is dat door Seyss Inquart, zoals ik geloof ik net zei in het filmpje, als hoofdzetel gekozen. De Wierse is zo'n ander voorbeeld ook. De Engelse familie is direct geconfiskeerd. Dat is een andere positie of een andere juridische figuur dan de vorderingen die ook plaatsvonden. Dus die zijn heel snel geconfiskeerd. Ja. En daar zijn ook dossiers over, overigens bij het Nationaal Archief, over deze Duitse confiscatieacties. En werd dan ook de hele inboedel meteen? Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, misschien dat een van jullie daar meer over weet. De Wierse bijvoorbeeld. Hè, dat neem aan dat het niet direct leger. Nou, van de Wierse is wel een dagboek bekend geworden een paar jaar geleden. Volgens mij, als ik het goed heb, van de tuinbaas. Maar die wou dat pas eigenlijk dat zijn kinderen dat tevoorschijn haalden na zijn dood. Niet dat daar hele rare dingen in stonden, maar hij beschrijft dus wel wat er gebeurde. En hij schreef ook brieven naar de familie in Groot-Brittannië van wat gebeurt er nou op de Wierse? En hoe gaat het met het linnen en zo? Ja, ik denk dat een uitgebreider antwoord daarop zal volgen als het Oorlog in Arcadië project Klein detail geven wat me nu inderdaad te binnen schiet. Vivian Brandsen, dat is een bekende edelman uit de buurt van uit Gelderland, die een paar pamfletten heeft geschreven vlak na de oorlog en ook zijn beklag deed, hè, over collaborerende standgenoten. En hij haalt ook een voorbeeld aan van een landhuis. Ik dacht dat de Wierse ook was, hè, waar dus in ieder geval de wijnkelders nog goed gevuld waren in 1943. omdat toen pas die Duitsers daaraan met de overgave begonnen. Toen inderdaad die wijnkelder gingen plunderen. Een hele slechte kwaliteit wijn. dank voor dit tweede blok. Dan gaan we over naar het derde blok. De hoofdvraag die daar centraal staat is van, hoe ga je om met de bevrijding? Je komt terug of je
zoals die meneer van het Jagershuis. Je komt op die plek en je ziet wat er is gebeurd met je bezit. Met het huis, met de inboedel, met het park, met het park. Hoe ga je nu verder? Welke beslissingen zijn er? Welke beslissingen kun je nemen? Welke beslissingen zijn genomen? Welke keuzes hebben mensen daarin gemaakt? Welke kanten zitten daar allemaal aan? Ook dat wordt weer in vier korte presentaties van vier verschillende kanten belicht. En dat filmpje gaat u nu bekijken. In 1945 is het einde van de oorlog en betekent dat ook dat het oude leven van voor de oorlog weer kan worden opgepakt op die landhuizen. Nee, dat is niet het geval. Je ziet toch een versnelde achteruitgang vooral in de jaren 50 steeds meer kastelen worden verlaten of op andere manieren. Een heel mooi voorbeeld daarvan is Duinrell. Je ziet hier dagjes mensen op Duinrell die aan een strandtocht hebben meegedaan. En was men in de jaren 30, zie je daar in de foto's nog een zekere referentie ten aanzien van het landgoed en de familie die het huis in bezit had. Hier zie je eigenlijk de massamens in volle glorie. Heel veel bewoners geven het op, heel veel families geven het op. Dat is op het Bouillon niet het geval. Daar zie je eigenlijk een soort tegengestelde ontwikkeling als je het vergelijkt met Duinrell. De familie trekt zich hier echt terug op het kasteel en leeft daar in een beperkt gedeelte van het kasteel. Een vrij bescheiden leven, niet meer met veel personeel, maar met een huishoudster die vaak uit het dorp komt. En inderdaad, waar vroeger 10 mensen nodig waren om het huis te houden, zijn dat er nu nog maar 2. En Bouillon komt dan bekend te staan als het stille kasteel. En de familie Lubbs moet uiteindelijk toch ook capituleren. Enigszins ook door natuurlijke omstandigheden, omdat de laatste kasteelier geen kinderen heeft. Maar het kasteel wordt uiteindelijk verkocht aan Gelders Landschap. En dat is een ontwikkeling die je overal in het land ziet. Maar al veel eerder dan op Bouillon, waar pas in 2007 het kasteel wordt verkocht. Hoe moeten we die Tweede Wereldoorlog nu zien in het licht van de geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen in de 20e eeuw? Is die oorlog een korte, heftige, op zichzelf staande periode? Of is het zo dat de oorlog een brandpunt is in een veel langer lijn van achteruitgang? Ik denk eerder het laatste. Ook zonder oorlog was die oude cultuur ten onder gegaan. Waarschijnlijk iets minder dramatisch dan nu, maar het was een verloren zaak feitelijk. Dat zie je overal in Europa, ook waar de oorlog in Engeland bijvoorbeeld, hè, waar toch heel wat minder oorlogsgeweld is geweest, zie je ook in de jaren 50 hoe die stately homes eigenlijk leeg zijn komen te staan en hoe de oude aristocratie het helemaal niet meer kan bolwerken. Ik citeer nu Piet van Kruiningen in hetzelfde boek over het Bouillon dat ik net al noemde. De ironie van de geschiedenis is dat sommige kasteelbezitters konden profiteren, tussen aanhalingstekens natuurlijk, van een geluk bij een heel groot ongeluk. Hun kasteel en buitenplaats was tijdens de oorlog afgebrand of beschadigd en werd na 1945 niet meer herbouwd. En zonder de onderhoudskosten van een kasteel zag de toekomst van een landgoed een stuk eenvoudiger uit. Dit zijn natuurlijk heel wrange zinnen, wrange woorden die mijn zin wel een kern van de waarheid raken. En dat is dat na de oorlog het feitelijk ondoenlijk was om met de opbrengst van een landgoed een kasteel te onderhouden. En eigenlijk was er geen plaats meer voor kastelen en buitenplaatsen in de traditionele zin. Als kernpunt van een landgoed, van een gemeenschap van familie en personeel en pachters. Die tijd was na de oorlog voorbij. En in die zin kun je ook spreken dat de Tweede Wereldoorlog de laatste oorlog van het Nederlandse kasteel is geweest. Nadien is het kasteel vooral horecagelegenheid, gemeentehuis of museum. Ook mooi, maar heel anders dan de wereld van Downton Abbey en van de Van Pallens op Duinrell voor de oorlog. De oorlog heeft op vele wijzen diepe sporen achtergelaten. Niet alleen fysiek in het landschap en het gebouw. Familie Driessen van het Jagerhuis was zodanig onthutst en teleurgesteld na de oorlog
dat men besloot een bezit over te dragen aan Gelders Landschap. Met de voorwaarde dat er nooit meer een huis gebouwd mocht worden op de plek van hun dierbare jagerhuis. In de Doorwerthse bossen liggen slechts nog enkele restanten verstopt. Ook andere landgoederen werden na de oorlog overgedragen aan provinciale organisaties die als vangnet konden dienen. Landgoederen die in eigendom bleven van de oude families, ja, daar moest men weer gaan kijken om hun bezit weer op te bouwen. In Noord-Limburg bijvoorbeeld. Veel van deze kastelen werden in het najaar van 1944 verwoest. In het najaar van 1945 bracht de Stichting Herstel Limburg 1945 met de commissaris van de koningin, dokter van Sonsbeek, een bezoek aan de geteisterde gebieden van Noord- en Midden-Limburg. Baron Jozef de Wijs de Wenne, eigenaar van kasteel Gijsteren, leidde het gezelschap door de puinhopen van wat eens der schoonste Limburgse kastelen was. En het gezelschap stelde de vraag, vroeg zich af, kan hier ooit nog aan restauratie gedacht worden? Want, zo schrijft het gezelschap, wie de intieme schoonheid van het oude kasteel gekend hebben, waren zeer onder den indruk toen zij deze door bombardementen en langdurige beschieting aangerichte verwoesting zagen. Nog in 1949 schreef het Algemeen Handelsblad, weemoed bevangt de toerist die in dit landschap rondzwerft en bij iedere stap aan het leed van nu bijna 5 jaar geleden wordt herinnerd. In datzelfde jaar, 1949, kreeg Gijsteren een nieuwe kerk. Niet op de historische plek, nabij de kasteelruïne, maar in de kom van het dorp. Ook de pachtboerderij bij het kasteel werd verplaatst en daarmee behoorde het historische ensemble van kasteel, voorburcht, kasteelboerderij en kerk met pastorie tot het verleden. Baron Jozef en zijn vrouw Jacoba dachten na over herstel. De baron liet zelfs een maquette bouwen. Maar, zo vertelde mij Judith de Wijs de Wenne in een interview, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog was de familie nog aan het afbetalen voor de herbouw van het kasteel na de brand van 1918. En toen het kasteel in 1944 werd verwoest, was het financieel niet realiseerbaar om het weer erop te bouwen. Familie moest eigenlijk kiezen tussen het landgoed verkopen om het kasteel te herbouwen of het landgoed behouden met de ruïne als kern. En de beslissing was snel gemaakt door de familie. Het landgoed moest voortbestaan. Bouwmaterialen van het kasteel werden bijvoorbeeld gebruikt voor de wederopbouw van Doesburg, maar ook voor het herstel van de pachtboerderijen. En in 1954 liet de familie het huidige landhuis de landweer ten noorden van het kasteel langs de Maas bouwen. Toen barones Judith in 1965 met baron Wilbert trouwde en op Gijsteren ging wonen, viel er op dat op het landgoed de oorlog eigenlijk geen onderwerp was. Je moest ook verder en het leven ging door. Decennia lang bleef de kasteelruïne van Gijsteren als stille getuige liggen in het landschap en raakte steeds verder overwoekerd. Op den duur kreeg de zoon, baron Wilbert, die zijn vader in 1965 opvolgde als eigenaar, het gevoel dat hij iets moest doen met de ruïne. Tegelijkertijd bleek dat het financieel mogelijk was geworden, onder meer dankzij Europese subsidie. Een volledige reconstructie, zoals bijvoorbeeld bij de Keverberg, zag baron Wilbert niet zitten. Uitgangspunt was de kasteelruïne te consolideren en open te stellen voor het publiek. Dat begon met het verwijderen van de overwoekerende begroeiing en het uitbaggeren van de gracht. Dat laatste was een gevaarlijke klus. Barones Judith en kasteelbeheerder Peter Jacobs herinneren zich het nog heel goed. 3 maanden lang werd elke dag een grote emmer met explosieven uit de gracht gehaald. In 2004 werd begonnen met opmetselen van de kademuren van de voorburcht. Bij de kasteelruïne is het poortgebouw deels herbouwd. In 2012 werd de kasteelplaats feestelijk geopend en op initiatief van de dorpsraad werd door de inwoners van Gijsteren een houten brug over de beek gemaakt, zodat de connectie tussen het kasteel en het dorp weer hersteld werd. In november 2019 werd op het terrein van de voorburcht met 600 Nederlandse, Britse en Duitse gasten de bevrijding gevierd.
Na de bevrijding keerde ook de bevolking van Nederhemert naar huis terug. Dat was 8 mei ongeveer. En toen ze terugkwamen op het eiland realiseerden ze zich hun verlies. Het hele eiland lag vol scherven. En dat is nog steeds zo. Als je een schep in de grond steekt, dan stuit je op Delfsblauw. Ze vonden loopgraven die gestut waren met panelen van kostbare meubelen. Ze zagen dat het oude aardewerk was gebruikt en kapot, vuil in de hoeken van de loopgraven lag. Overigens was er ook heel veel versleept, want de piano die vonden ze een paar dorpen verderop terug. En een badkuip stond in het weiland. Dat is overigens niet afzonderlijk. Deze ervaringen hebben ook bijvoorbeeld de mensen die vanuit Arnhem zijn geëvacueerd. En iedereen probeerde er maar het beste van te maken. En de barones die schreef op een gegeven moment dat ze blij was met ieder teruggevonden kopje of schoteltje. Maar wat bleef er over van de identiteit van het eeuwenoude kasteel Nederhemert, het landgoed en het eiland? Het kasteel kon niet herbouwd worden. Daar waren de financiële middelen niet voor. En het verlies van het kasteel betekende natuurlijk ook machtsverlies. De eeuwenlange continuïteit van het stamhuis, het landgoed en de familie was doorbroken. Op een gegeven moment kreeg hij van Wassenaar vergunning om de restanten van het kasteel te slopen. En toen hij de eeuwenoude eikenbomen langs de lanen ging kappen om het hout te verkopen, toen reageerde Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer heeft toen, in 1958 was het inmiddels, het hele terrein binnen de gracht overgenomen. 11 hectare ongeveer. In 1960 ging de directeur van Gelders Landschap en Kastelen in gesprek met Staatsbosbeheer over overname in erfpacht van de ruïne Nederhemert. Dat leidde allereerst tot consolidatie van die ruïne en decennia later tot herbouw. Dat gebeurde pas begin 21ste eeuw, overigens in een vroegere bouwfase. Het toekomstbeeld was dus somber zo kort na de oorlog. Zowel vanwege het materiële verlies als ook omdat het werken vrijwel onmogelijk was. Er was onvoldoende geld voor de herbouw. De restauratie liet onmogelijk en onbegrijpelijk lang op zich wachten. En er moest gezocht worden naar andere bronnen van inkomsten. En al kort voor de bevrijding, al in maart 1945, maar ook daarna, deed de familie aangifte van de belangrijkste schilderijen bij de Stichting Nederlands Kunstbezit. Die aangifteformulieren die zijn nog altijd bewaard. Ze deden bijvoorbeeld aangifte van de eeuwenoude portretten van Jacobus Trip en Margaretha de Geer, geschilderd door Nicolaas Maas. Of van het portret van Adriaan Graaf van Linde door Agostino Rosi. Of het Braziliaanse landschap van Frans Post. We hebben gelukkig er foto's van, maar waar de werken zijn, dat is onbekend. Dus de familie was al vanaf 1945... bezig om dit bezit te achterhalen. Maar ik blijf me wel afvragen waarom andere gedupeerden dat niet deden. Waarom accepteerden zij wel hun verlies? En dan kom ik weer bij het Nederlands Openluchtmuseum. Het is opmerkelijk dat het museum niet of nauwelijks heeft gezocht. En was dat misschien zo omdat zij hun identiteit met de verwoesting niet hadden verloren, maar slechts hun bezit kwijt waren? Ook de andere families die stukken hadden ondergebracht, die reageerden veel laconieker. Maar voor de familie van Wassenaar, de familie van Nederhemert, betekende het verlies van de portretten en de schilderijen natuurlijk veel meer. Hoe werkte nu die internationale familieachtergrond door na de bevrijding? Nou, daarvoor neem ik als voorbeeld graaf John, de zoon van Godard van Aldenburg-Benting en officier bij de Duitse marine. De verwevenheid met zijn internationale achtergrond die komt heel scherp naar voren. Graaf John groeide dus op in een familie waarin meerdere internationale loyaliteiten gewoon waren. Hij wilde al in 1914, voor de Wereldoorlog, als minderjarige een marinecarrière. En hij probeerde toegelaten te worden tot de Nederlandse marine. Maar dat mislukte. Vervolgens kwam het familienetwerk in actie. Zijn oom William uit Middachten die benaderde, met toestemming van John's vader, de keizer om te bemiddelen voor een plaats in de Duitse krijgsmarine. Die contacten die lagen er. Nou, dat had succes en graaf John reisde af naar Kiel en hij bracht de hele Eerste Wereldoorlog door in Duitse dienst.
Na die oorlog kwam hij terug en bleef reserveofficier, officier sous vervoegung, zonder gedurende het interbellum nog in actieve dienst te komen. Maar er gebeurde wel iets anders tijdens dat interbellum. Hij trad in 1923 toe tot de Oxford-beweging, de latere organisatie voor de morele herbewapening. De leiding daarvan die lag in handen van de Amerikaanse predikant Frank Bookman. Deze zag nog mogelijkheden om Hitler om te buigen in de richting van wat Roel van Duin in zijn studie over Julia op de Noord een door God geleide dictatuur noemt. In 1934 werd graaf John verzocht om naar Londen te komen voor een gesprek met Frank Bookman en baron van Wassenaar van Katwijk, de Nederlandse leider van de Oxfordbeweging. En tijdens dat gesprek werd John gevraagd of hij bereid was lid te worden van de NSDAP. Dat zou dan de toegang namelijk tot de nazi-top makkelijker maken. En het doel was om via Himmler uiteindelijk Hitler te bereiken. John ging schoorvoetend akkoord en hij drong inderdaad meerdere malen door tot Himmler. Verder kwam hij niet. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was zijn rol binnen die inmiddels morele herbewapening tot stilstand gekomen. Maar hij werd ook opgeroepen als reserveofficier in actieve Duitse dienst. Dat leidde tot een innerlijk conflict en hij overwoog om zelfmoord te plegen. De Sippenhaftung, de dreiging voor represailles voor de naaste familieleden, deed hem toch besluiten in actieve dienst te gaan. En hij trachtte zich in die actieve dienst in te zetten voor Nederlanders in moeilijkheden. Na de oorlog werd graaf John tot vijand verklaard. En ook zijn goederen werden geconfiskeerd. Hij nam een advocaat in de arm en diende een verzoek tot ontvijanding in. Verschillende brieven in de NBI-dossiers laten steun voor hen zien en wijzen op zijn moeilijke positie. Professor Van Rijn, die als gijzelaar in het kamp Haren zat, die werd door bemiddeling van graaf John vrijgelaten. Hij schreef over de onmogelijke positie waarin de graaf was terechtgekomen als gevolg van zijn opvoeding en zijn afkomst. Ook prins Bernhard deed een poging om het NBI te bewegen tot clementie, zonder succes. Tot in hoger beroep bleef het vonnis gelijk. Eigenlijk zou je denken, is het hiermee afgelopen? Maar dat was niet het geval. Een half jaar na de beslissing in hoger beroep volgde een onverwachte ontknoping. Koningin Juliana verleende graaf Bentinck agreatie tot ridder binnen de ridderlijke Duitse orde. Er volgde vrijwel direct correspondentie tussen het Nederlands Beheersinstituut en de betrokken minister. Kunnen we iemand als vijand benoemen die vervolgens door de koningin wordt benoemd in een hoge positie, was de vraag. De minister antwoordde dat nu een hogere instantie dan het Nederlands Beheersinstituut een dergelijk besluit nam, dit eigenlijk niet kan. Er werd alsnog besloten tot ontvijanding en de goederen werden vrijgegeven. Hier zijn natuurlijk nog veel vragen bij te stellen. Waarom deze interventie vanuit Soestdijk? Wat was de rol van de minister? Had hij geen zin om een confrontatie aan te gaan? Het dossier geeft daar vooralsnog geen duidelijkheid over. Wel is duidelijk dat graaf John zijn rol hel heeft opgenomen. Ik hoop hiermee te hebben kunnen bijdragen aan de gelaagde discussie rond kastelen en buitenplaatsen in tijden van oorlog en bezetting. En ook de ingewikkelde verhouding te hebben toegelicht tussen aan de ene kant de internationale familiehabitus van de familie van Aldenburg-Bentinck, de bezettingsjaren en de privékeuzes die in de Amerongse situatie een rol speelde. Het laatste blok voor vandaag was dit. Rond het thema, wat gebeurt er na de bevrijding? Hoe ziet het er dan uit? Wat treffen mensen aan als ze thuiskomen? En welke beslissingen nemen ze daarna met dat al dan niet vernietigde bezit? Dat heeft nogal wat vragen opgeroepen, zie ik. Er zijn er verschillende binnengekomen. En ik wil beginnen met Conrad, een aantal vragen aan Conrad te stellen.
Jij beschrijft heel sterk de fall van het Nederlandse kasteel / buitenplaats. In Engeland is een heel beroemd boek verschenen, alweer veel jaren geleden. Dat heet The Fall and Rise of the English Country House. Dat is eigenlijk een grappige omdraaiing van het bekende The Rise and Fall. Omdat de schrijver daarvan diezelfde ondergang van kastelen en buitenplaatsen in Engeland ziet. Maar dan vervolgens in de loop van de 20e eeuw juist weer een hernieuwd elan. En eigenlijk weer die opkomst, de rise. Maar blijkbaar zie je die in Nederland niet. En kun je daar iets over vertellen? En dan kan ik aansluiten bij een vraag die hier werd gesteld van wat is het belang van de particulier bewoonde huizen die er nog wel zijn? En neemt dat aantal toe of af? Is daar iets over te zeggen? Dus is er misschien toch een klein beetje sprake van rise in Nederland? Ja, ingewikkelde vragen. Voor mij zeker, omdat ik als historicus houd de wereld eigenlijk voor mij op in 1955, 1960. Dus het zijn hele recente ontwikkelingen waar volgens mij nog heel weinig onderzoek ook naar is gedaan. Ik moet zeggen dat misschien heb ik het wat gechargeerd. Hè. U zou de indruk kunnen krijgen van nou, dat de wereld van de buitenplaats helemaal niet meer bestaat. Hè. Dat alle kastelen, musea, restaurants en hotels zijn geworden. Dat is zeker niet zo. Er schijnen nog zo'n 300 buitenplaatsen particulier bewoond te worden. Maar de wereld daaronder, die is mijn inziens wel weg. De belangrijkste reden daarvan is toch democratie. Het idee van een traditionele standaardmaatschappij, waar families kernpunten in een dorp zijn, ja, dat is helemaal weg. Dus dat hele weefsel waarbinnen dat weefsel van een adelscultuur waarbinnen kastelen en buitenplaatsen een soort vaste punten waren, ja, dat bestaat niet meer. Het zijn voor mijn gevoel meer eilandjes geworden. Dus er zijn bewoonde buitenplaatsen nog. Er zijn nog elementen van die cultuur te vinden. Maar het is geen eenheid meer, denk ik. Dus het is wel wezenlijk iets veranderd. Dus daar wil ik toch bij blijven bij die stelling. Ja, de wereld is veranderd. En die buitenplaatsen kunnen niet meer mee. De elasticiteit is, denk ik, van die buitenplaatscultuur heeft wel zijn grenzen bereikt. Dus ik denk dat het nu wezenlijk iets anders gaat. Misschien is het goed om dat over te brengen naar Leo. Want Leo bestudeert natuurlijk aandrongen een kasteel in een kleine gemeenschap. Dat heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Je hebt eerst die botsingen binnen de familie en de ontvijanding. En dan vervolgens, hoe gaat het verder? En als je dit hoort van Konrad, heb je dan het idee van ja, ook Amerongen heeft lange tijd die rol niet meer kunnen spelen en speelt het nu ook niet meer? Of zeg je van nou, op misschien een aangepaste manier is Amerongen nog steeds een middelpunt van de lokale gemeenschap? Ja, Amerongen is een van die huizen die museum is geworden. Het is nu Kasteel Museum Amerongen. En in die zin heeft het natuurlijk wel weer een plaats verworven binnen die Amerongse gemeenschap. Konrad zegt net, er zijn misschien nog wat rudimenten over van wat er geweest is, wat je terugziet in de dorpen. Ja, in Amerongen zie ik daar ook wel iets van terug. Hè. Als de plaatselijke harmonievereniging die gesteund is en opgekomen met graaf Godard Bentinck zijn jaarlijkse concert geeft, dan gebeurt dat in de tuin van het kasteel en komt het dorp daar naartoe. En zo zijn er meer van dat soort elementen die er nog zijn. De familie is ook, wat ik na het vorige blok al zei, heeft elkaar ook weer gevonden en twee deelnemers van de familie zitten in het bestuur van Kasteel Amerongen en spelen ook weer een rol in zekere zin daardoor in die gemeenschap. Een van de familieleden is nu ook gevraagd om beschermheer te worden, wat mij toch erg aan de tijd van Godard doet denken, van die plaatselijke harmonievereniging. Dus helemaal weg is het niet, maar het hoort aan de andere kant ook wel weer bij de museumcultuur die nu aan het ontstaan is. Nou, misschien kan Elise dat overnemen, want Gijsteren heeft natuurlijk zo'n rol gespeeld. Het kasteel is niet herbouwd, men is in een nieuw landhuis erbij gaan wonen. Maar ondanks die geografische verandering hebben zij nog steeds zo'n soort relatie met het dorp. Ja, heel duidelijk. Ja. Nee, ja, dus bij Gijsteren, de familie de Wijk de Venne heeft nog steeds echt wel een band met de mensen uit het dorp. Toen de familie begon met de consolidatie van de ruïne,
toen is als geschenk door de dorpsbewoners ook dus een brug gecreëerd, waardoor de afstand tussen dorp en kasteel weer veel malen verkleind werd. Letterlijk zeg maar. Een verbinding. Letterlijk een verbinding. Ja. En je had het net over het boek van Peter Mantler over The Fall and Rise of the English Country of the Stately Home. En daar gaat het natuurlijk heel erg over hoe die country houses op een gegeven moment gezien werden als national heritage. En daarbij speelde de National Trust ook een hele belangrijke rol met de Country House Scheme, et cetera. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk ook trustachtige organisaties, hè, zoals Gelders Landschap en Kastelen, Limburgs Landschap en natuurmonumenten. En die hebben ook als een soort vangnet gefunctioneerd om in ieder geval het fysieke erfgoed in stand te houden. Maar dat is niet hetzelfde als de cultuur waar Conrad ook over had, de immateriële tradities, wat jij noemde ook met zo'n harmonie. En dat zijn wel dingen waar we nu ook in de erfgoedwereld steeds meer naar aan het kijken zijn, van hoe kun je juist ook dat deel van ons erfgoed weer versterken. En dat kan versterkt worden bij een particuliere familie, maar natuurlijk ook bij trustachtige organisaties. Dat die connectie met dorpsbewoners, dat er feesten worden gegeven op het landgoed. Dat zijn nog steeds mogelijkheden die ook op een andere manier vormgegeven kunnen worden. Want dat verlies van rol, van identiteit, speelt ook heel erg een rol bij Nederhemert, heb ik het idee. Want je benadrukt iedere keer dat het voor die familie ontzettend belangrijk is om die collectie weer boven water te krijgen. Omdat daar blijkbaar een emotionele band bij bestaat. Meer dan bij het huis, heb ik soms het idee. Want dat moet in feite nu. De eerste keer moest daar een wachter op van de monumentenzorg. En nu moet natuurmonumenten of staatsbosbeheer moet ingrijpen om te voorkomen dat er iets gebeurt. Hoe denk je dat het daar speelt, die band met de lokale gemeenschap, de eigen identiteit. En is dan de sociale rol geen onderdeel van die identiteit? Ja, dat denk ik zeker. Nou ja, wat betreft het huis, het was natuurlijk zoals we dat zagen op de foto's. Het huis is volledig verwoest. En het landgoed diende natuurlijk ook als een bron van inkomsten. En heel veel mensen op Nederhemert werkten voor de baron, werkten voor het landgoed. Dus in die zin is die band verbroken. Maar wat ik ook wel merk, dat heel kort na de bevrijding, als iedereen weer terugkeert naar dat verwoeste eiland Nederhemert, dan woont de familie op een gegeven moment ook bij een boerderij, bij een boer. Dus dan wordt de band juist weer noodgedwongen. Juist door het verlies wordt die band versterkt. Dus het huis zijn ze kwijt en het huis hebben ze ook nooit meer teruggekregen. Maar hun identiteit, die proberen ze wel weer terug te krijgen doordat ze zich niet neerleggen bij die brand. Ze kunnen zich, bij de brand kunnen ze zich nog neerleggen, maar niet bij het feit dat eeuwenoude bezit geplunderd zou zijn. Dus daarom wordt daar nog steeds naar gezocht. Ik krijg een reactie uit het publiek. Die stelt dat de restauratie van het kasteel door de familie, het is een beetje onduidelijk geformuleerd, maar de familie en het ministerie zijn, ik zal voorlezen wat er staat. De restauratie van Nederhemert is door de familie vanuit het ministerie actief tegengewerkt. Komt dit door een verkeerd beeld van de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat lijkt te impliceren, als ik het begrijp, van er is het ministerie heeft gezorgd dat het huis niet herbouwd kon worden omdat de familie fout was. Of zich niet juist heeft gedragen. Dat is wat ik heb begrepen een misvatting. Ook ik heb de achtereenvolgende directeuren van Gelders Landschap daarover gesproken en ook de mensen die zich met de restauratie hebben bezig gehouden. Dat is wel gedacht omdat het zo ontzettend lang duurde met Nederhemert voordat het pas gerestaureerd werd tot begin 2000. Zou dat een reden hebben? Maar het feit was gewoon, men wist niet of dit een te herbouwen kasteel was of dat het een ruïne was. En er lagen zo ontzettend veel kastelen op de stapel om herbouwd te worden. En er was gewoon geen geld. Daar zal zeker geen tegenwerking zijn geweest. Dat denk ik niet. Maar het is iets wat ik geregeld heb gehoord. Een mythe Het is een mythe en helaas rondzinkt. Ja. Er is nog een vraag. We hebben het nou over een aantal adellijke families gehad. In hoeverre hebben de adellijke families die van de top tot de top behoren, die op deze grote landgoederen wonen, in hoeverre zijn die typerend voor de rest van de adel vanaf
net voor de Tweede Wereldoorlog tot nu? Wie voelt zich geroepen om daar een antwoord op te formuleren? Dus in hoeverre is het representatief wat we hier gezien hebben voor de hele adel? Ja, de Van Allenburg Bendings die staan voor de absolute top natuurlijk. Dat zijn denk ik een handjevol families die zich op dat niveau hebben bewogen. Dus die hebben hun eigen keuzes, hè, en hun problemen waren andere dan de families die hun geld in ambtenarenfuncties verdienden. Dus ik denk die etageadel. Precies, ja. Dus dat zijn, er zijn toch verschillende subculturen, denk ik, binnen die adel. En de Van Allenburg Bentings, die behoort tot de top. En de Van Pallands. Ja. Dat was een cacao-fabrikant. Ja. Dus dat was helemaal geen adel. En dus dat zie je ook. Hè, dat binnen de landgoedeigenaren tot je ook industriële ziet. En die landbezittende elite is gewoon heel erg divers. En zeker in de 19e eeuw zie je dat er heel veel nieuwe groepen bij komen. Wat wel opvalt in Overijssel, Gelderland, is dat daar behoorlijk veel grote landgoederen van adellijke families nog zijn. Het is wel interessant om te zien dat die familie Van Aldenburg Bentinck, alle grote huizen die bij die familie behoorden, zijn er allemaal nog. Eén is een museum en de rest is bewoond. Dus ze zitten wel in een aparte laag eigenlijk. Want dat geldt natuurlijk niet voor al die jaren. Ja. En heeft dat een financiële reden, denk je? Ook. Omdat het met Nederhemert zo duidelijk daaraan lag? Ja, zeker. Ja. Er komt nog een vraag binnen voor Elise. Hebben we de sociale rol van de familie en het kasteel, bekijken we die niet te veel vanuit een invention of tradition? Oftewel, we maken er een soort van verleden van dat nooit echt bestaan heeft. Invention of tradition zie je soms wel gebeuren. Hè? En dat zie je ook wel tot als weer een familielid wordt uitgenodigd voor zo'n harmonie. En dan kun je afvragen, ja, is dat dan slecht, reinvention of tradition? Maar het idee van reinvention of tradition, die publicatie ging natuurlijk over dat er tradities werden bedacht die eigenlijk geen tradities waren. Die nep waren. Maar als het gewoon echt het terugbrengen is van tradities, van nabuurschap, wat is daar mis mee? Als je daardoor meer de sociale gemeenschap rondom zo'n kasteel weer versterkt. Lijkt mij heel positief. Helder. Daarbij aansluiten, een vraag voor Leo. De keuze voor een militaire loopbaan binnen de familie Bentinck zorgt er natuurlijk voor dat je in dit soort situaties ook veel meer risico loopt. Hè? Want dan moet je als militair kiezen. Want je moet meevechten, je moet actief betrokken zijn bij. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, de adel heeft een traditie om juist een militaire rol te spelen. Ben je daar nog iets in tegengekomen in de familie, hoe ze daarnaar kijken, naar dat soort keuzes? Ik weet niet of de Nederlandse adel nou zo'n sterke militaire traditie had, maar binnen de familie Van Aldenburg Bentinck zeker wel. Daar werd je eigenlijk wel geacht om te proberen een militaire rol te vullen. Heb ik het over de 19e, vroeg 20e eeuw, hè, binnen de familie. Je ziet dat die keuzes gemaakt zijn voor de grote conflicten uitbraken. En toen de conflicten kwamen, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, dan zie je ook dat dat een enorme druk gaat leggen en je wordt gedwongen keuzes te maken. Dat gebeurde op het Huis Amerongen, maar dat gebeurde ook in Middachten. En die keuzes, die waren moeilijk, maar ze moesten genomen worden. En ze werden ook genomen. Ik heb voor mezelf nog een vraag die ik nog niet beantwoord zag bij Gijsteren eigenlijk. Want je vertelt in je verhaal heel mooi wat er gebeurde en hoe het gebeurde. Maar waarom koos men voor een consolidatie? Wat was daar het beeld achter? Wat wilde de familie daarmee bereiken? Het kasteel heeft echt heel lang als ruïne overwoekerd in het landschap gelegen. Het was ook best wel gevaarlijk terrein, want ze wisten dat er nog munitie en dergelijke op het ruïneterrein en ook in de grachten lag. In het interview met de familie werd mij verteld dat tijdens bezoek aan Dresden, dat men het gevoel kreeg van eigenlijk
zouden we weer toch iets moeten doen met de ruïne. En tot die oude kern weer meer beleefbaar wordt, meer zichtbaar wordt. Dus dat zijn ze toen gaan uitzoeken. Het bleek vervolgens dus inderdaad ook financieel mogelijk. Want eerst was het totaal niet mogelijk, want het ging om miljoenen en miljoenen investeringen. Maar dankzij Europese subsidie was het dus wel mogelijk. En dat hebben ze opgepakt. En ze hebben wel heel duidelijk gekozen voor consolidatie. Maar ook gezegd van ja, we willen wel ook het terrein kunnen gebruiken voor bijeenkomsten. Zoals dus die viering van 75 jaar bevrijding. Ja, waar we een mooi plaatje van zagen. Ja. Ja. Ja, ironisch eigenlijk, hè, dat een bezoek aan de gebombardeerde stad Dresden dan tot effect heeft dat hier een gebombardeerd kasteel weer wordt geconsolideerd. Ja. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Tenzij je zegt, nou, ik heb nog echt een heel dringende behoefte om iets toe te voegen aan wat we vandaag hebben besproken met elkaar. Nou, ik denk dat dat punt van die particuliere bewoonde buitenplaatsen nu, dat dat een onderwerp is dat wel meer onderzoek verdient. Hè? Van in hoeverre staat dat dan toch nog? Hè? Hoe sterk zijn die lijnen met de traditie nog? En wat is daarvan overgebleven? En wat is de intentie van mensen die nu een buitenplaats kopen? Willen zij dat ook echt als familiehuis? Willen zij dat meerdere generaties in hun bezit hebben? Of is dat een privéproject voor iemand? Dat lijken mij heel interessante vragen. Ja. Dus ik hoop dat daar nog eens onderzoek naar wordt gedaan. Dank je wel. Nou ja, wat we vandaag hebben gezien in drie blokken is ongenode gasten, kastelen buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. We hebben gezien dat kasteeleigenaren, buitenplaatseigenaren een groter risico lopen dan gewone burgers. Ten eerste omdat zij een bepaalde maatschappelijke rol hebben waardoor ze niet kunnen duiken onder hun relaties met de bezetter. En ten tweede omdat hun bezit aantrekkelijk is op allerlei manieren voor aanvankelijk het Nederlandse leger om daar soldaten in onder te brengen. Later dat de Duitse bezetter daar allerlei nieuwe functies aan kan onderbrengen. En vervolgens tijdens de opmars van de geallieerde troepen hebben ze deels een militaire functie gekregen. Omdat ze worden gebruikt om van daaruit gevechten te coördineren. En ook zitten daar gewoon troepen in. En later worden ze natuurlijk door die Canadezen en andere buitenlandse soldaten ook weer gebruikt om in te bivakeren. Dat heeft grote gevolgen gehad. En soms hadden ze een wat minder actieve rol, maar waren ze een depot voor kunst. En door allerlei omstandigheden ging dat dan ook weer verloren. Dus wat wij zien is dat de kwetsbaarheid van die kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog heel duidelijk is geworden. En dat heel veel daarin verloren is gegaan. En dat er nog steeds op allerlei plekken keuzes moeten worden gemaakt. Van laten we het zo, gaan we het herstellen, gaan we het consolideren. Welke maatschappelijke rol zien we voor die plekken? Dat zal ook een onderdeel zijn van het onderzoeksproject dat de Nederlands Kastelenstichting en Gelders Genootschap samen hebben opgetuigd onder de titel Oorlog in Arcadië, waardoor we over een aantal jaren hier weer opnieuw staan, maar dan misschien wel met publiek, zodat we u ook echt kunnen zien. En dat we dan kunnen vertellen wat we hebben gevonden. En daar zullen we ook ingaan op de meer immateriële kant. Hè? Het zelfbeeld van de adel en de bewoners, de politieke keuze die erachter zitten, de rol van het bezit en hun plek in de samenleving. Al die aspecten hebben we vandaag kort kunnen aanstippen. Ik hoop dat u daardoor een beeld heeft gekregen van de rijkdom van dit onderzoek en ook hoe noodzakelijk het is dat ook dit deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog meer aandacht krijgt. Ik dank u wel. En ik geef het woord aan mijn directeur. Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van het symposium. Allereerst wil ik Conrad Gietman, Ingrid Jacobs, Leo van Putten en Elise Storm-Smeets danken voor hun boeiende bijdrage. Ook dank aan Fred Vogelsang, die ons zo kundig door de middag heeft geloodst. En natuurlijk ook dank aan de mensen achter de schermen, mijn collega Freek Minderman met name, en alle medewerkers van HS Events. Er is een speciale editie van het tijdschrift Het Buiten gewijd aan de onderwerpen die we vandaag hebben besproken. Dit tijdschrift kunt u online lezen via de website van de NKS, www.kastelen.nl. Wilt u een exemplaar van het blad ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar info@kastelen.nl. Dames en heren, we hebben in de afgelopen jaar noodgedwongen door de corona heel veel online symposia, webinars en lezingen kunnen volgen.
Werkgroep Adelsgeschiedenis, Nederlands Kastelenstichting en de sprekers hebben vandaag voor een heel andere vorm gekozen dan u wellicht tot nu toe gewend was. Ik hoop dat het ons gelukt is u te boeien. Dank dat u vandaag bij was en dank voor uw deelname. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar daar komen we op terug. Laat ons weten wat u van deze vorm vond. Met uw commentaar kunnen we onze online symposia verbeteren. Dat is belangrijk, omdat ik verwacht dat het nog een hele tijd zal duren voordat we elkaar weer in grote getalen in levende lijven kunnen ontmoeten. U kunt uw commentaar sturen naar info@kastelen.nl. En tot slot, nu is er gelegenheid om in de zogenaamde digitale breakout rooms in kleine groepen na te praten. Om hieraan deel te nemen, klikt u op de link in de chat of de link onderaan deze video op uw scherm. U wordt willekeurig ingedeeld in een groep. De sprekers en Fred Voogdsang zullen ook in een groep aanwezig zijn. U kunt de groep verlaten wanneer u wilt. Geeft u de sprekers en Fred nog even een minuut of twee, drie om achter hun laptop te gaan zitten om met u te kunnen chatten. En dan zullen ze er ook zijn. Dank u voor uw aanwezigheid. En tot slot wens ik u namens ons allen een fijne kerst en een mooi en gezond 2021. Tot ziens.